Kevin. Yes. Welkom. Dankjewel. Je zit hier uh, in de studio. Hebben we dit alles eerder zo gedaan? Ja, wel, ja. ja Twee keer eerder. Ja, ja, ja precies. Ja. En vorig jaar hebben we hem op afstand gedaan. Toen heb ik hem thuis gedaan en het jaar daarvoor volgens mij ook. Toen heb je hem volgens mij zelfs single gedaan. Dat je hem gewoon in je eentje ja, klopt. hebt gepresenteerd ja, zonder een. Keer. een uh, ja. Oh, alle tweede keer. Hebben we ja. vorig jaar niet gewoon gecallt heen en weer. Nee, volgens mij niet. Dat hebben we volgens mij ook wel een keer gedaan. Maar dat was misschien het jaar daarvoor alweer. Wie ja, fucking zacht. Het gaat snel. Ja, het gaat snel. Hoe was, hoe was dit jaar nou voor jou? Poeh, wat een vraag. Ik had hem <laughs> kunnen verwachten, maar... <laughs> um, uh, misschien in relatie met bijvoorbeeld de twee wat, wat, wat raardere jaren daarvoor? Ja. Ik vind het nog steeds wel een raar jaar, moet ik eerlijk zeggen. Dat, ik ben nog niet helemaal hersteld van het feit dat het... Ja... Gaat zoals het gaat. Uh, tegelijkertijd moet ik wel zeggen: ik heb me nooit echt uh, verhinderd erdoor gevoeld of zo. in mijn werk niet en in mijn ja, doen en laten niet. Ik ben sowieso iemand natuurlijk die veel binnen zit en ook een baan uh, heeft die op afstand kan in de IT. En, nou ja, goed, dat, uh, dat gaat eigenlijk allemaal wel vrij gemakkelijk. Dus ik mag in dat opzicht nog van geluk spreken. Uh, nee, je bent niet altijd de deur uit uh, Nee, je hoeft nee, niet totaal altijd de deur niet. uit. Nee, 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 en dat is ook dus niet nodig om gewoon rond te kunnen blijven komen. En dus in dat opzicht prijs ik me wel gelukkig en zie ik dat dat echt een luxe ding is. Um, dus in dat opzicht gaat het eigenlijk allemaal wel door. Um, maar gewoon de, 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 het besef van tijd of zo, als dat, als dat sens maakt, uh, is, uh, is wat meer weg. En ik merk dat dat dit jaar wel langzaamaan terug begint te komen. Ook omdat ik dit jaar voor het eerst weer op zomervakantie ben geweest. Dan heb je echt van die van dingen in het jaar waarvan je gewoon weet van oké, okay, zomervakantie, uiteraard wordt dat bij de zomer. Maar je hebt dan wat, wat seizoensgebonden, ankers. tijdsgebonden ankers, inderdaad, aan het jaar. Ja. Uh, ook getrouwd eerder dit jaar. Um, dus, dat, dus dat zijn dingen die, uh, ja, die ook eigenlijk allemaal weer konden en die, die we voorheen hebben moeten laten gaan. Um, dus eigenlijk moet ik zeggen, uh, nu dat ik het, ik had het iets negatiever ingeschat, maar nu dat ik het zo aan het opzommen ben, valt het eigenlijk best wel mee. Ja. Behalve dus dat de algehele overkoepelende soort van vibe van een jaar is alsnog steeds wel wennen ten opzichte van uh, de voorgaande twee jaar. Oh, juist, of juist door. Of sorry, juist door de voorgaande twee jaar. Het ja, ligt in het verlengde daarvan. Ja, precies. Je vindt het nog, want je vindt het niet, je vindt niet dat, dat, dat het weer een beetje terug bij voor COVID. Zo, zo voelt het nog niet voor jou. Qua wat we weer kunnen doen wel. Maar alsnog, met alle dingen die er gaande zijn en zo. Ik hou wel, een, misschien is dat het beter voor, een soort van rare nasmaak aan het jaar over. Dat wel. Ja. Oké, okay, precies. Is hij, is hij wel snel gegaan of voelde het juist ja, heel. heel langzaam? Ja, ja, wel. Dat, dat heb ik sowieso de laatste drie jaar. Dat ik echt denk van, joh, ik weet ook niet zo goed meer als uh, voorheen. wist ik dat eigenlijk altijd wel? Zo van, joh, deze game 2020, deze game 2021, ik zou het niet meer weten. Nee. Ik weet het echt niet. Of een game nou in 2019 uit is gekomen of afgelopen maand. Je kan me alles wijsmaken. Dat, ja. dat, dat, dat bedoel ik met besef van tijd. Dat. Ik, weet, ik zou het niet meer weten. Nee, nee, precies. En dat is lastig te plaatsen af en toe. Dat ja, dat gevoel. is best vreemd. Ja, daarom. Ik merk ook dat ik het moeilijk vind om, om heel duidelijk uit te leggen, zo van joh, daar ligt dat aan en daar merk ik dat aan en, en, en dit is hoe ik verwacht dat dat blijft of gaat veranderen. Um, maar ja, ik, ik, ik merk wel dat er nog steeds iets een soort van een soort van donkere wolk boven. Ja. De jaren hangt. Ja, ja nou ja, precies, inderdaad. En de, heb je wel het idee dat dat steeds minder wordt en dat dat misschien in 2023 al, al niet meer zo heel erg aan de orde is? Ik hoop het. Ja, ja ik, uh, ik denk dat de naweeën, zeg maar, van nou ja, goed, de afgelopen jaren, dat die uh, uh, dat, dat de positieve dingen die daar dan uit voortkomen, zeg maar, hè, en de, de veranderingen en de dingen die. Uh, dingen als prijsplafonds of, of oorlogen die hopelijk beëindigd worden. Uh, uh, de coronaregels die natuurlijk al een tijd geleden de deur uitgedaan zijn. Ik denk wel dat die naweeën en dat naschokken dat dat in 2023 wel minder gaat zijn. Ja, ja. dat denk ik wel. Maar ja, je, je voelt wel, je, je houdt je wel bezig met al die, die dingen uh, die ja. in de wereld ook gebeuren. Mm -hmm. Bewust of, of is dat gewoon omdat het langskomt, omdat het nieuws aanstaat en dat soort dingen? Ja, ik hou me er niet heel erg bewust mee bezig, maar ja, je ontkomt er toch moeilijk aan. Uh, dus ik, ik zal zeker ook niet pretenderen dat ik heel veel ervan weet. Of dat ik, dat ik de oplossing heb. Of dat ik er echt bovenop zit. Maar goed, de hoofdlijnen krijg je over het algemeen wel mee. En ik merk ook dat uh, sinds dat ik vader ben, dat dat iets is wat je automatisch een soort van je ook meer aantrekt. Daar merk ik het vooral aan. Als zijnde. Voorheen hoorde je het ook wel, maar dan had je zoiets van ja, weet je. Ver van je bed. Ja, het is vervelend natuurlijk dat die situatie er is. Maar ver van mijn bed. En ik ondervind er zelf geen hinder aan. Het klinkt heel egoïstisch, zo bedoel ik het niet per se. Maar uh, dan komt het toch iets minder binnen. En nu gaat het toch vaak gepaard met een schuldgevoel. Als zijnde, soort van oef. Ik heb een kind, deze wereld, dus van was het nodig om er hier geboren te laten worden? maar dat klinkt heel zwaar hoor. Nee, maar ja, en ik, ik heb vraag. het echt naar mijn zin, dus ja. <laughs> uh, ik ben totaal niet, 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 niet uh, depressief of zo. Maar dat zijn wel dingen, daar ga je wel over nadenken. Soort van joh, doe ik er een plezier mee dat ze geboren is? Ja, uh, nou, dat is natuurlijk ook aan jou dan om dat, om dat vorm te geven. Ja, zeker. Ja, ja, dus, dus. Ik merk dat hoe kutter sommige dingen uh, gaan, hoe meer ik mijn best ga doen om dat te compenseren. Terwijl ze nog helemaal geen reet weet, natuurlijk, van de situatie van nee. de wereld. Dat, uh, gelukkig ook maar. Maar um, nee, ik, ik merk inderdaad wel dat ik dan inderdaad ga compenseren. Als zijnde van joh hè, of, ander, of al misschien wat meer na ga denken over hoe kan ik uiteindelijk misschien um, ja, ervoor zorgen dat ze daar minimaal mee te maken gaat krijgen. Ja. Dat, uh, ja. Heb, heb je daar al antwoorden op? Is dat iets? Dat is een ongoing. Uh, is natuurlijk ook heel ja. abstract. Is een, echt is echt een, uh, een proces wat uh, ja, zich moet ontwikkelen naarmate ze ouder wordt denk ik. Ja. Um. Hetzelfde is. Het... Boris heeft altijd hetzelfde aangegeven, namelijk van dat hij okay. ook op die manier, van pas ging nadenken over bepaalde dingen toen, ja. toen hij een kind, toen hij kinderen kreeg. Ja, juist. Ja. Ik, ik, ik merk dat ik dat zelf nu ook wel ondervind. En uh, daar zitten ook hele positieve kanten aan. Um, maar zeker de, de, naarmate of afgaand op de afgelopen jaren, ja, is, is, is dat misschien soms wat makkelijker of wat moeilijker om om positief te zien. Um, maar nee, ik denk naarmate ze er meer van gaat begrijpen en naarmate ze ouder wordt, uh, dat, 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 dat dat dan meer zou moeten komen. En ik, ik, ja, hoe, hoe dat vorm gaat krijgen, weet ik nog niet. Dat, nee, uh, precies. Daar heb ik oprecht geen idee van. Maar dus je zegt van je bent er niet, niet de nou, depressief sowieso inderdaad niet. Zo kennen we je ook. Dus je bent ermee bezig, maar het, 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 hoe noem je dat in het Nederlands? Het effect je niet op, op bepaalde niveaus. Nee, klopt. Nee, het is, het is niet alsof mijn dag erdoor verpest wordt of weet ik veel wat. Het enige wat ik me af en toe afvraag, en dat is denk ik wel. Uh, 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 wat nogmaals, het is zeker niet alleen maar in, in negatieve zin uh, bedoeld. Um, ik denk dat dat zeker in dit interview. of in dit eindejaars item. ook vaker terug gaat komen. Um, ik ben gewoon veel kritischer gaan kijken naar heel veel dingen, eigenlijk naar alles. De films die ik kijk, de series die ik kijk, de, 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 de muziek die ik luister. de manier waarop ik muziek luister. de games die ik speel, de streams die ik wel of niet doe. Alles heeft een soort van extra filter gekregen. En ik merk dat ik dat heel lastig vond, want je bent wat minder betrokken misschien bij een groter plaatje. Als zijnde als jij iedere game speelt. Dan, dan, ja, hoe kan je dat uitleggen? Dan hoor je ook overal bij. Dan kan je ja, overal je, je bij, bij de. Betrokkener bij, bij uh, 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 heel veel communities misschien, of bij meerdere streams, of bij meerdere, of bij gaming in zijn totaliteit. Ja. Bij de gamesindustrie misschien. En ik heb zeker de afgelopen twee jaar, of misschien zelfs wel drie jaar, merk ik gewoon veel. Sommige dingen zijn gewoon niet meer voor mij. En ik vind het ook niet erg om dat uit te spreken. En om, ja, mits goed onderbouwd te zeggen: van joh, sorry, maar ik ga dit überhaupt niet eens meer bekijken. Dat. Uh... En maar... dat heb ik eigenlijk met alles. Dus, ja. dus. dus, dus, dus uh... Kritischer geworden. Ja, veel kritischer geworden. Niet per se negatief daardoor, maar wel gewoon dat ik heel. Uh, duidelijk weet van oké, okay, dit is wel mijn ding en dit is niet mijn ding en als het niet mijn ding is, voorheen zou ik het dan alsnog gaan proberen om mezelf maar te overtuigen. Van, oh nou, dit is toch eigenlijk misschien wel leuk. Ja. Ik kijk er niet eens meer naar. Ik doe het niet meer. Ik, ik installeer het niet. Ik activeer de code niet eens meer. Het, het is gewoon. Het doet me zo weinig dan ook automatisch nu. En ik vond het best wel een enge overgang, want het is, ja, ik vond het juist altijd heel leuk om een manager van alles te zijn. soort van joh. Natuurlijk, man, torus beklimmen in Assassin's Creed versus een soort van 10 miljoen keer doodgaan in Dark Souls versus weet ik wel de vetste stad bouwen in Anno. Alles was een soort van, joh, overal haal ik wel iets uit en dat is ja. wel echt compleet weg. Waardoor is dat gekomen dan? Ja, vind ik moeilijk. Dat is een beetje automatisch gegaan, eigenlijk. Um, ik merkte gewoon dat ik minder tijd kreeg. Um, en daardoor heb ik uiteindelijk besloten zoveel joh, dit type games dat ligt me niet, of dit type muziek dat lag me niet, of uh, of dit type serie normaal gesproken had ik het gekeken omdat ik toch tijd over had, maar fuck het, weet je dat heb ik nu niet. Dit valt af, ja. En met gaming heb ik dat een beetje hetzelfde uh, als zijnde games worden langer, merk ik uh, vind ik over het algemeen, uh, en daardoor is het ook moeilijker om. Zoveel uit te spelen als dat ik misschien voorheen deed. Zeker hè, als je vader wordt, als je een fulltime baan hebt. Stream je nog evenveel als, als, als vroeger of stream je ja, wat minder? Dat wel. Ja, ik stream nog wel evenveel. Wat ongeveer drie à vier keer per week is, voor vier à vijf uur lang. Um, en dat, dat gaat op zich ook wel goed. Al merk ik soms daarbij ook wel van joh. Hè, um, moet ik hier misschien een oplossing voor gaan verzinnen voor de tijd die ik heb versus wat ik allemaal leuk vind om te doen. Ja. Uh, want dat is wel hetgeen wat overblijft. Hetgeen wat ik doe, vind ik ook echt heel erg leuk om te doen. En tuurlijk, je probeert wel eens een game. Weet je, vorige week had ik dat nog met een paar games uh, dat ik dacht van, joh. Dit zou wat voor me kunnen zijn, misschien ook niet. Nou, dan probeer je het en uiteindelijk weet je dan ook snel genoeg of dat wel of niet zo is. Ja. Dus het komt zeker nog voordat ik wel lekker experimenteer met, joh, hè, wat vind ik nou leuk? En het is echt niet dat ik me heel erg uh, vastgegoten voel binnen een bepaalde uh, ja, tijd of, of, of uh, misschien juist gebrek van tijd. Maar de tijd die ik heb wil ik wel echt goed benutten. En ik denk dat automatisch dat in combinatie met volwassener worden. Um, want dat, dat klinkt heel saai en misschien is dat het ook wel zo, maar ik merk echt de afgelopen jaren dat ik mezelf niet meer terugherken van jaren daarvoor. Uh, je ja, de dat, dat, smaak kristalliseert dat, dat, uh, uit natuurlijk. Ja, yeah, ik denk dat dat, het, dat, 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 dat uiteindelijk het, het, um, misschien een beetje noodgedwongen, maar je smaak heb je inmiddels, zeg maar. Dat, uh, waar je eerst nog misschien wat meer aan het proberen bent. De smaak is er nu en, en ja, ik weet nu wat ik wat ik wel en niet tof vind. Ja. ja, is dat zijn die dingen dan dat we proberen of, of juist niet game je altijd onstream of game je ook nog offstream? Nee, wel uh, 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 eigenlijk alleen maar onstream. Ja. ja, dat ik vind dat wel lastig ook soms. Als zijnde ik de laatste game die ik volledig heb uitgespeeld buiten de stream om is de of Us twee en de enige reden was omdat die onder embargo stond. Dus ik mocht hem letterlijk toen op dat moment nog niet streamen. En ik merkte hoe fijn dat was. Als je niet um, met een chat erbij een game kunt ervaren. Ja, je hebt één focus in plaats van twee. Ja, je, je, je bent echt meer invested in een, in een game dan met allerlei afleidingen eromheen. Wat, wat op zich logisch is. En toch merk ik dat als ik dan denk van oké, okay, fuck het. Weet je, ik kan nu vanavond niet streamen. Want uh, mijn vrouw heeft late dienst. Dus hè, dan ga ik niet streamen. Dan wil ik er gewoon, als er iets met de kleine is, wil ik er gewoon kunnen zijn. Dan wil ik niet een stream uit hoeven zetten. Of me verantwoordelijk te voelen voor een stream of weet ik veel. Ja. Ik merk dan toch dat op die avonden dat ik dan niet snel een game aanzet. Nee, Wat, uh, wat ga je dan doen? Dan ga ik. Wel dingen voor de stream doen. Um, dingen als eventjes iets in het design aanpassen. Uh, een tekstje op het profiel herschrijven. Een emote e uitdenken en, en laten tekenen. <coughs> um, dat soort dingen. Ik zet dan, uh, weet ik veel, een serie of een film aan. Omdat ik toch denk van ja, want morgen ben ik toch alweer aan het doen. Wat ik, uh, uh, wat ik op gamegebied zou doen. Ja. Plus dat ik het ook wel moeilijk vind om een verdeling te maken. Wat stream je dan wel, wat stream je dan niet. Er zijn bepaalde games die wil ik niet eens streamen. Uh, The Witcher 3 is er bijvoorbeeld een van. De nieuwe, de, de uh, HD. Nou ja, de, de, de meest recente update inderdaad. Die ja. next gen update. Ik heb hem destijds uh, zeker gespeeld. Um, en ook uitgespeeld. En ook de DLC. Maar ik vond dit zo'n mooie kans om hem nog een keer door te spelen. Maar ik heb geen zin om... 400 uur aan dialoog, een soort van te moeten kijken met een chat erbij. Ik kan me niet voorstellen dat dat leuk is om te zien. Nee, omdat um, je op dat moment ook niet praat. Niet ik praat niet, want ik wil niet door dat dialoog nee. heen lullen. Ja. En tegelijkertijd, ja, wat biedt de stream voor meer waarde bij die game dan als ik niet mijn. Takes kan geven, niet mijn. Ja, dat, ja. soort van. Dus ik vind dat er zijn. Ik heb heel duidelijk inmiddels in de, la, in de afgelopen jaren. een soort van. Dat zeg ik ook altijd. Van, joh, dit is voor mij niet een streamgame. Betekent niet dat ik het geen vette game vind. Juist, vaak wel. Uh, maar ik vind het gewoon moeilijk om dat goed te streamen. En zelfs die games merk ik dat, ondanks dat die op mijn lijstje staan. Dat, ik, dat ik, ik kom er gewoon niet aan toe. Nee, dat snap ik. Ja. Dus, dus die game, ook al hem nog een keer. Ik heb het namelijk precies hetzelfde met die game. Maar ja. daar, kom je, daar ga je straks niet aan toe komen. Nee, ik ga hem gewoon niet spelen meer dit nee. jaar. Nee. Dat weet je. Ja, en volgend jaar? Wordt het een back catalog ding? Ja, maar ik en kan, zo, ik je kan je voor de grap mijn backlog erbij pakken. Die hou ik heel... Oh, die wil wel zo dat kunnen we dan zo. Dat kunnen we dan meteen wel ja. doen. Maar ik, nou ja, heb je even... Dat, dat is echt een half uur lang. Is dat... Uh, kan, ik, kan ik daar... Dat is echt niet normaal. Ja. Um, plus dat ik merk, en dat is wel een ander ding, um, omdat ik dus vrij duidelijk ben geworden in mijn smaak, en ik duidelijk een onderscheid maak in, joh, dit wil ik wel streamen, dit wil ik niet streamen, en een game niet snel buiten de streammogelijkheid valt, zeg maar. Zoals nu bijvoorbeeld met God of War, daar ben ik nog steeds mee bezig. Uh, nog niet uitgespeeld ook. Um, het zou raar zijn als ik de eerste 30 uur heb gestreamd. Dan denk ik op een vrije avond. joh man, ik heb uh, vijf uur de tijd. Ik ga even vijf uur spelen. Ja. En ik ga dan op uur 35 zet ik de stream weer aan. De dag daarna. Bijvoorbeeld. Als ik wel weer tijd heb om te streamen. Dan is het niet meer één geheel. Dat kan ik niet handelen. nee. Kan van, nee. Niet. <laughs> het moet of alles of niks zijn. Denk je dat kijkers dat vervelend zouden vinden dan? Nee, ik denk dat nee. het ze geen reet kan schelen. Nee, maar het Precies. kan mij wel schelen. Ja. Dat, dat is een beetje het ding. Dat is misschien ook te eigenwijs. Het is een stream completionist. Nou ja, als ik dan iets doe op stream, dan vind ik het ook wel leuk dat alles gestreamd is. En dat ik daarna op opslaan kan klikken. En dat het over vijf jaar nog terug te kijken zou zijn voor de drie mensen die het interessant vinden. Ja. Um, het moet compleet of anders niet. Hetzelfde had ik met Elden Ring dit jaar. Um, mijn top 10 gaat met name bestaan uit indie games. Of eigenlijk alleen maar bestaan uit indie games. Dat was in ieder geval de vraag van, van JJ. Maar ik speel niet alleen maar gekke, rare kleine spellen. Um, Elden Ring is by far ook bijvoorbeeld mijn, mijn meest gespeelde game dit jaar. Daarvan heb ik ook geen seconde uh, niet gestreamd. Nee. Um, ondanks dat uh, dat 215 uur heeft geduurd. Ik ben van februari tot en met, ik geloof, <laughs> augustus bezig geweest. Um, en door die eigen wijzigheid wil ik gewoon alles, iedere basis, ieder stukje tekst, ieder itempje, alles wat ik in die game heb gedaan... Is live uitgezonden geweest. Um, en ondanks dat niemand op aarde dat interessant vindt, <laughs> behalve ik. Nou, niet dat het zo compleet is. Nee, ja. niemand keert, niemand want anders dan kijk je geen stream. Dan ga je een soort van heel sick geëditte, uh, soort van 100% run op YouTube misschien Precies, kijken. Ja. Waar je naar eigen smaak doorheen kan skippen of juist niet. En, en waarbij je de snelheid kan bepalen en weet ik veel. Um, dus niemand boeit het behalve ik. En uh, ja, nogmaals, misschien is dat, is dat veel te eigenwijs. Maar dat is wel hoe ik het graag doe. En omdat ik dus die, die smaak in combinatie met, joh, dit wil ik graag streamen. In combinatie met, ik wil, als ik iets stream, dan wil ik het ook in zijn totaliteit. Zorgt er eigenlijk voor dat buiten het streamen om. Ik ook weinig wensen heb om echt heel actief te gaan zitten gamen. Uh, omdat hetgeen wat ik het liefste doe qua games. Stream ik op dat moment al. Ja. Dus, dus dat komt die week sowieso een paar keer voorbij. Ja. En ik merk dat ik daardoor de tijd die ik heb aan andere dingen spendeer. Je zei net dat, uh, dat je dus inderdaad, door nou ja, smaak en, en, en ouder worden en, en dat soort dingen, dat je nu heel goed weet wat er wat er al afvalt. Ja. Vooral zowel voor games als, als series als films. Wat, ja. wat zijn de dingen die afvallen? Gek genoeg dingen die ik eerder heel, uh, heel veel gekeken zou hebben. Bijvoorbeeld de Marvel-series heb ik dit jaar heel veel links laten liggen. Heel stom. Want ik vind Marvel heel vet nog steeds. Um, maar, maar je ik merk dan deze... als ik denk van, yo, een She-Hulk bijvoorbeeld. Aan de ene kant vond ik episode 1 en 2 best tof. Aan de andere kant dacht ik, ja, moet ik dit nou echt serieus nog tien uur gaan zitten kijken? Nee. Maar wat, en wat, was aan dan, wat was daaraan dan? Nou ja, ik weet het niet. Het was gewoon in dat specifieke geval... Ik, ik vond het gewoon een hele ongemakkelijke serie om te kijken. Ik vond uh, de manier waarop de, de hulk werd neergezet vond ik heel vreemd. Uh, ik vond de manier waarop dingen afgeraffeld werden... Uh, ik merk dat ik daar gewoon helemaal niet van hou... Uh, ik heb liever tien afleveringen lang over de backstory van She-Hulk... dan dat ik in 30 seconden zie, yo, ze is nu She-Hulk... Ja. en ze is een betere Hulk dan de Hulk in een minuut. Ja. Ik vond dat zo vreemd. Ik vond het echt niet tof. Um, daar kan ik dan natuurlijk voor de sake van de serie... kan ik daar wel doorheen prikken. Maar ik merk dan toch dat als het de ene kant uh, dat moet zijn... en tegelijkertijd is het een soort van attorney show... een soort van rechten serie. Dat Sex, ik dan in denk, ja, City, ja, Sex in the City, dat soort shit. shit. Ja. Moet ik dan de tijd die ik heb hier aan spenderen? Ik weet het niet. Ja, nee niet dus. Ja. Dan kijk ik Breaking Bad liever nog een keer voor de ja? vijfde keer, ondanks dat ik al weet hoe het gaat. Ja, heel stom, maar dan omdat ik weet dat het kwaliteit is en dat ik iedere seconde van die show gewoon zit te genieten. Ja. En of dus ben dat is of whatever. Ja. Hoe is dat met gaming dan? Zijn er dan hele genres waarvan je zegt van dat hoef ik niet meer of dat doe ik ja. niet meer? Open wereld games met name. Um, Elden Ring is dan echt een grote uitzondering dit jaar. Want ja, je kunt niet zeggen: van joh, ik vind Open wereld Games niks. En dan Elden Ring, uh, als het niet alleen maar indie was geweest, had die op nummer 1 gestaan bij mij dit jaar. Echt by country miles. Ik kan niet eens uitleggen hoe ver die voor ligt op de nummer 2. Nee. En niet omdat de nummer 2 kut is, maar Elden Ring was gewoon echt zo goed, vond ik. Um, je hebt van jij je, je de, de, de randvoorwaarden gekregen dat jouw top 10 moest bestaan uit indie games. Ja, klopt. Ah, ja, ja. Dat, okay. dit, dit wordt een top 10 indie, indie titels. Ja. Uh, wat ik ook heel erg leuk vind hoor. Uh, maar dat betekent ja, net wat ik zei, dat ik niet alleen maar indies uh, speel. Wat had er nog meer dan tussen. Eventueel, als, als je niet die randvoorwaarden had gehad, wat had er nog tussen gestaan? Kwam, dan kwam hadden. Uh, God of War had erin gestaan. Uh, Elden Ring had erin gestaan. Um, en dan waren het toch met name wel in die titels geweest, denk ik. Ja, ja. Dat, uh, Dit hele jaar stond in het teken van Elden Ring voor mij. Als ik zeg maar één overkoepelend thema qua gaming zou moeten noemen. God of War ben ik nu nog mee bezig, maar ik vind dat niet normaal hoe goed dat gedaan is qua. Aantallen characters die allemaal hun eigen soort van uitdieping krijgen. En zonder dat het in de knoop komt met elkaar. En tegelijkertijd is de combat ook tof. En weet ze ook een vette wereld neer te zetten. En een soort van de graphics zijn vet. De muziek is lijp. Alles aan die game klopt zo goed. En dat vind ik zo knap. Want het is zoveel te veel zelfs. Want de reden waarom God of War bijvoorbeeld niet op één zou staan. Over Elden Ring is omdat ik in Elden Ring vond ik alles vet om te doen en ik vond alles leuk om, om, om te onderzoeken en te bekijken en te lezen en te doen. In God of War hadden ze van mij alle side content eruit mogen slopen en dan had ik niet een mindere ervaring gehad ten opzichte van wanneer dat er wel is. Het is letterlijk fluff. Het is gewoon, het is er om er te zijn. En ja, ik merk dat extra heel veel aspecten geven, maar dat is helemaal niet nodig. Het is niet nodig. Kijk, tuurlijk, ik heb vette sidequests tot nu toe gedaan. Ik wilde wel bij zeggen, ik heb de game nog niet uitgespeeld. Ik denk dat ik wel redelijk op weg ben. En ik heb echt vette sidequests gedaan in God of War. Maar de moeite en tijd die, dat, die me dat kostte, versus. maakt het het echt een vettere game. doordat ik dit heb gedaan, daar ja, ook niet echt eigenlijk. Dus waarom is het er dan zodat er op het doosje kan staan van deze game duurt 40 uur, 50 ja. uur, 60 uur als je het wil. Uh, en ik merk dat ik daar een beetje allergisch voor ben geworden. Ik speel veel liever uh, een game van 10 uur lang, die echt van begin tot eind keihard is. En dat ik daar 80 euro voor betaal. Dan dat ik weet ik veel, 60 uur een of andere random opgevulde, betekenis-inhoudsloze soort van. Ja. Uh, Shit aan het doen ben, een soort van die, die ik helemaal niet interessant vind. Of een game die, uh, die 20 minuten duurt en die je een soort van 600 keer opnieuw doet in een net andere versie. Ja, bijvoorbeeld, ja. Dus um, dus um, uh, ik ben ook bijvoorbeeld echt een, een, een aanhanger van de uh, Order 1886. Uh, die game van een paar jaar terug. Sony. Ja, dat is een Sony-game. Van vier of um, vijf uurtjes was dit. Van of zo, vier of vijf uur voor ja. 60 euro. Ja. Op papier slaat het natuurlijk nergens op. Nee. Maar ik van die vijf uur vond ik echt fucking vet. Ja. Um, juist omdat ik niet een soort van domme sidequest had of een soort van. Ik, ik verdedig die game echt tot de dood. Het, als zijnde: wat het is, dat doet het zo vet en dat doet het zo goed. En is het te kort... Iedereen is die game ja. denk ik vergeten, maar nu is er van: "Oh ja, oh ja, dat was er ook nog." Ik zweer het halen op PlayStation voor een tientje of misschien zit hij wel was in de de PlayStation de 5 de of een PlayStation 4 launch game. PlayStation 4. Ja. Launch game volgens mij zelfs. Wel vrij vroeg in Toch? de PlayStation ja. 4 dingen. Launch volgens mij niet. Okay, maar dat ja. was echt alleen Killzone toen volgens mij. Maar wel vrij snel. Ja, en, en de, de, de kritiek daarop was: "Joh, deze game duurt echt veel te fucking kort. Dit slaat nergens op. Ik heb 60 euro betaald en ik ben na 4, 5 uur ben ik klaar." Ja. Terwijl ik dan denk, joh, je hebt fucking vette vijf uur gehad voor 60 euro. Wat lul je nou? Ja. Hetzelfde heb ik met. Uh, dat vond ik een ander thema dit, dit jaar. De um, Last of Us Remake. Het zal geen geheim zijn dat ik de Last of Us een hele vette game vind. Het is een tijd lang mijn favoriete game ooit geweest. Uh, ik merk dat ik nu steeds minder een verhalende gamer ben, als je het zo zou willen noemen. En veel meer een gameplay gamer dan, dan toen de laatste van ze uitkwam. Um, betekent niet dat ik een vet verhaal niet kan waarderen. Zeker wel. Ik vind dat een heel vet ingrediënt bij bijvoorbeeld God of War om te pushen wat God of War is. En dit, dat doen ze echt heel erg goed en dat, 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 dat maakt de ervaring duizend keer toffer. Um, maar ik zal niet snel meer een game vet vinden die story over gameplay verkiest. Dat heb je al gehad? Dat heb ik inmiddels gehad. Ik weet wat dat is. Weet je. En tuurlijk, ik ga genieten van The Last of Us 3. En ik ga genieten van Uncharted 5. Of van The Order 1887. Of whatever the fuck, weet je. Tuurlijk. Ik zou dat altijd blijven spelen. Want ik vind verhaalvertelling in games heel vet. Maar het, 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 het zal niet per se of per definitie automatisch meer mijn favoriet zijn. Waar dat eerst wel zo was. Uh, maar de, de, om terug te komen op The Last of Us Part 1 Remake. Heel veel uh, uh, mensen vielen daarover. Zo van joh. Dat is gek, dan moet ik dus 80 euro gaan betalen voor een game die er al is. Twee keer met het verhaal die er al is, al twee keer zelfs ja, op de PlayStation 3 en PlayStation 4. Hoezo betaal ik hier nog een keer 80 euro voor? Terwijl ik dan denk van ja, dat snap ik op zich wel en ik vind het niet chic van Sony dat ze het doen, maar is die ervaring puur zonder soort van achtergrondinformatie over joh, hij is al tien keer uitgekomen met 300 versies en op iedere of whatever. Um, is het die 80 euro waard? Is dit een 80 euro ervaring? En dan zou ik altijd volmondig ja zeggen. Dus heb je hem nog niet gespeeld, ga hem dan spelen. Ja. En ga er dan niet over vallen dat, dat je hem goedkoper had kunnen hebben of dat hij goedkoper had moeten zijn. Hij kost nou eenmaal wat hij kost. En is dat chic? Nee. Is de ervaring het waard? Ja. Waar zei ik je dan over? Een soort van... Ja, nee, maar ik heb hem al gespeeld en dan wil ik hem ook nog een keer op de Playstation 5 spelen. Maar ja, dan moet ik weer 80... Ja, dude, dan is het niet voor jou. Als jij het niet 80 euro nog een keer waard vindt, dan, dan krijg je hem over drie maanden in Playstation Plus een keer. Weet je, fine. Dan... Dus jij had er geen moeite mee met dit? Nee, nul. Nee. Uh, en, en, en hoe is dat überhaupt met, met remakes en, en remasters en, en, en wat dan ook? Hoe, uh, mm. Heb je dat veel gezien dit jaar en heb je je daar aan gestoord of juist niet? Nee, valt eigenlijk wel mee dit jaar. Ik, vond het, uh, ik vind het een hele interessante discussie. Want kijk, ik, dit is 100% hoe ik er zelf over denk. En ik, ik ben altijd, en ik probeer ook altijd heel genuanceerd te zijn. Ik vind het ook altijd heel belangrijk om wat anderen vinden erin mee te nemen. Maar als ik dat niet doe, dan zou dit mijn mening zijn. Als ik dat wel doe, kijk, tuurlijk snap ik dat, dat 80 euro gigantisch veel geld is. Dat is voor mij ook zo. Zo bedoel ik het ook niet. Het is meer dat ik denk: van ja, niet alles is voor iedereen. En ik vind dat juist heel fijn, want als dat wel moet zijn, dan krijg je dus hele rare, soort van domme dingen. Die. die kant nog wal raken als dat de juiste is. Ja, <coughs> die klopt. Nou, Geen jeetje. -je nee, daar was ik even bang voor. <laughs> weet je, en, 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 en ik hou daar gewoon helemaal niet van. En, en ik merk dat. Ja, dus, ja maar dat zijn de dingen dus die voor jou afvallen soort van de, de, de marginale open world games of, of wat dan ook. Ja, dat, dat ik echt denk van joh. Um, uh, wat ik heb, is. is ja, heb, heb ik liever heel tof. En anders dan hoeft het voor mij überhaupt helemaal al niet meer. Heel rigoureus misschien. En, en, en ook totaal. ja, ongenuanceerd voor mijn doen. Maar dat, dat is inderdaad wel een beetje hoe ik, er, hoe ik erin zit. Qua remakes en remasters. Uh, ik vind het lastig. Als het echt wat toevoegt, dan betaal ik graag twee keer voor een game. Ik wil niet weten hoeveel games ik dubbel heb gekocht die ik al op Steam had, maar waar later een Switch versie van kwam. Dat ik dacht holy fuck, ik kan dit nu op de bank doen. Celeste op de bank, ja. Hollow Knight op de bank. Van tuurlijk, hier heb je nog een keer 30 euro fijn. Ik heb daar nooit moeite mee gehad. Niet een PC oplossing die ook op de bank te doen is. Ja. Dan zou je het dus streamen naar een Steam Link of, of naar iets. je Apple TV of naar je Nvidia. Of een wireless Shield, controller of... naast een klein, ja, precies een shieldje of wat dan ook naast ja, de TV. Dat zou heel goed kunnen. Behalve dan dat um, ik de portable ervaring in, voor sommige games, verlang niet alle games, maar wel leuk vind. Dat mijn vrouw iets op de tv kan kijken. en dat ik dan een soort van als er een ja. of andere random lul ernaast kan zitten. Een soort van domme indie-gamer game spelen. Ja, ja soort van dat, dat, dat vind ik dan de meerwaarde. En daar betaal ik dan ook die 30 euro voor. Niet nog een keer voor de game, want die had ik al. De ervaring die ik op een ander platform. of op een nieuw platform. of op een weet ik veel. De game wordt op een andere manier. speelbaar. Ja. En. Steam Deck niet wat voor jou dan? Nou ja, dat was dus, dat was dus grappig. Ik, ik, toen ik de Steam Deck zag, dacht ik: Nou, wat is dit nou voor een raar ding? Een soort van een PC en dan een soort van kan ik op mijn bank met die PC zitten. Dan heb ik Steam en een soort van. En pas veel later kwam die soort van realisatie dat ik dacht: Dude, van al die games die ik, ik zou, ik, ik overdrijf niet. Alle games die ik op de Switch dubbel heb gekocht, die ja. ik al op Steam had, dat was gewoon een Steam Deck en niet de Precies. goedkoopste versie. Ja. Dat ik dacht van fuck, oké, okay. nou als dat een paar jaar eerder was gekomen en ik had toen gezien wat Steam al had gezien toen ze dit aankondigden. Want het ja. heeft voor mij echt lang geduurd voordat ik door had van joh, die Steam Deck is echt een lijp ding. Ik vond het eerst een heel ongemakkelijk apparaat. dat Ik, ik dacht van, ja. Waar, waar, waarom zou je dit willen hebben? Um, totdat ik dus zag van fuck, Elden Ring in bed. Precies. Fucking lijp. En je save game. De save game meeneemt. Je, mee. je gaat weer ja. naar beneden en uh, ja. de dag daarna. Je gaat verder waar je gebleven was. Daarom, het is er gewoon allemaal. Ja. En um, ja, dat zou zeker iets zijn. Ja, precies. Ik ben wel ook nu dan alweer te scheiteren. dat ik denk van ja, stel je voor, ik leg nu 700 euro neer. Hoe lang duurt het voordat versie 1.5 of versie ja. 2 van die Steam Deck komt? Ik denk dat het nog wel even duurt hoor, maar. Ik denk dan wel, wat sommige mensen nu met de Switch hebben, zo van, joh, hè, komt er een Switch Pro, moet ik niet wachten? Of een Switch 4K, of moet ik niet wachten? Dat heb ik nu met de Steam Deck. Ondanks dat de Steam Deck veel minder oud is, hoor. Dus die, die, die angst is totaal niet reëel, dat weet ik. Maar toch heb ik zoiets van, joh, ik wacht gewoon op een versie 2. Ik ben benieuwd waarvan Valve zelf denkt van, joh, dit hebben we minder goed gedaan in deze versie. Ja, ik hoop de accu. De accu zou een ding kunnen zijn. De, de efficiëntie inderdaad van de chip. Die, die dan inderdaad de accu snel leegtrekt. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, ik heb wel begrepen dat de games die ik over het algemeen portable speel, dat zijn toch misschien pixel art of, of low poly 3D dingen. Ik denk dat die daar best wel lang genoeg ja. mee door. Ik, ik, ik game namelijk, als ik dat doe, met een switch of wat dan ook op de bank zitten, dan, dan zijn dat sessies van maximaal 2 à 3 uur. Ik, ik zit niet 5, 6 uur lang op de bank um, de hele avond lang alleen dat te doen. Dus de batterijduur zou voor mij in ieder geval voor thuisgebruik prima zijn. Maar dat, dat zou zeker iets zijn wat, wat een ding is. Sowieso performance natuurlijk, die je dan tegen die tijd weer hebt. En ja, heel vet apparaat. Ik ben ik, achteraf jammer dat ik niet de gok gewaagd heb toen die net aangekondigd was. Maar tot die tijd blijven games gewoon dubbel kopen. En ja. Um, ja, wanneer de tijd daar is, dan, uh, dan komt er zeker een keer een Steam Deck. Ja. ja. Gaan we weer even wat stapjes uh, de, de, de trap weer terug op? Um, ja. We waren bij, bij Remasters en Remakes. Veel zijn er volgens mij wel uitgekomen uh, dit jaar. Uh, met gemengde uh, kwaliteit. Ja. Is dat iets waar je, waar, je, waar je juist een hekel aan hebt? Of dat je juist zegt: oh my, Ik heb juist jou, daardoor een paar hele coole games gespeeld. Nee, eigenlijk niet. Als in, uh, ik heb zeker vette games gespeeld door remasters en remakes, dus ik, ik vind zeker dat ze meerwaarde hebben. Een paar jaar geleden was dat uh, Onimusha Warlords, een game waar ik totaal nooit van had gehoord. En uiteindelijk is het echt een soort van weekend lang uh, mijn obsessie geweest. Het had een Resident Evil game moeten zijn, had ook fixed camera standpunten en zo... Maar ze merkte dat ze toen ze gingen experimenteren met wat toen Resident Evil 2 had moeten zijn, volgens mij of zo. merkte ze: joh, dit is helemaal geen Resident Evil meer. Dit is eigenlijk heel iets anders. Laten we er ook echt heel iets anders van gaan maken. En zag de game er heel veel mooier uit dan destijds? Nee. Maar juist doordat hij in een soort van solide 60 frames, 1080p-ish, uitkwam op de Switch, had ik zoiets van: nou prima, laat ik hem eens proberen voor twee tientjes. En dat soort ervaringen heb ik door de jaren heen wel met remasters en remakes. Um, je vindt het geen easy cash grabs of goed? Nou ja, dat, dat, dat kan wel. Die, die heb je er zeker tussen zitten. Um, maar ik, ik probeer wel altijd <coughs> um, te zien waarom dat het niet zou zijn. En aan de ene kant vind ik het altijd ergens wel vrij goedkoop om iets wat er al was na te maken. Dus in dat opzicht ja. Maar tegelijkertijd had ik Shadow of the Colossus nooit gespeeld, als het niet was voor de remake of uh, Demon's Souls, waar ik heel blij mee ben dat het echt, nou, niet alleen een van de mooiste games op de PlayStation 5 is, um, maar ook een van de tofste games nog steeds wat mij betreft op de PlayStation 5 is, en dat is gebaseerd op een PlayStation 3 game. Ja, is natuurlijk geen remaster, ik... maar een een very well done remake. Ja, heel maar, erg. Ja, ik ja. zou willen zeggen, en dat komt ook, de PlayStation 3 versie daarvan zou ik willen zeggen, die was eigenlijk onspeelbaar vandaag de dag. Dus die verdient dan met recht een remake. Um, om terug te komen op de laatste was Part 1. Had dat een remake nodig? Nee, tuurlijk niet. Nee. Dus is dat een cash grab? Ja. Vond ik het heel erg? Nee. Want prima dat het een cash grab is. Prima ook dat iedereen op aarde dat ziet. Sony zelf weet dat ook. Ja. Maar ben je het daar niet mee eens? Doe je het niet. Dan hou je 80 euro over, weet je? Prima, dan koop ja. je het niet. Ja. Waarom, dus, is dat, waarom is dat niet meer je favoriete game? Wat is, wat is er voor in de plek uh, gekomen? Het is lastig als zijnde. Ik speelde de laatste, ieder jaar uit. Doe ik nog steeds. Ja. Um, met uitzondering op de PlayStation 5. <laughs> nu dus op de PlayStation 5 dit jaar gedaan. En um, ik merk gewoon dat door die verandering in smaak. Dat ik merk dat ik, dat ik me meer aangetrokken voel tot de gameplay games die jou als speler gigantisch serieus nemen. en die jou um, een soort van opdracht geven waar jij zelf invulling aan moet geven. dat vind ik heel cool. Uh, de Souls games doen dat goed. Uh, veel indie games doen dat goed. Uh, de Outer Wild is er bijvoorbeeld een. Dat is echt zo'n space exploration game. waarbij niks verteld wordt. Ga maar naar verschillende planeten toe. En alien language moeten ontcijferen. En je wordt heel erg serieus genomen. Dat zorgt voor heel veel immersion. Want je gaat heel erg verbonden die, met die game aan de gang. En als ze dat dan weten te combineren met hele vette gameplay. Zoals bijvoorbeeld de, een Hollow Knight dat kan. Of, uh, of een Souls game dat kan. Of dat type games dat kunnen. Dan merk ik gewoon dat ik daar onderaan de streep veel meer uithaal. En dat ik dat veel toffer vind... En veel unieker vindt voor ja, dit kan echt alleen in een game dan een verhaal. Ja. Een verhaal is heel moeilijk, vind ik, goed te doen in een game. Dus als dat lukt, vind ik dat heel knap. Maar het is niet uniek voor gaming om een verhaal te kunnen vertellen. En het is wel uniek voor gaming om klote harde gameplay te hebben. Ja. En als dat lukt, in combinatie met bijvoorbeeld ook een verhaal of vette muziek of, of vette characters of whatever dan zou gameplay vandaag de dag altijd mijn voorkeur hebben over een vet verhaal. ja. ja. maar dus vroeger dat weten we uh, was de laatste was altijd je favoriete game. ja. dat heeft dus nu plaats gemaakt voor iets anders. ja voor een genre denk ik een soort ja. van souls like, roguelike. like. <laughs> In die... Metroidvania achtige shit. <laughs> en ja, komt daar ja, zoveel van uit dat je daar <laughs> ja heel, ja, kan ja, je verbazen. daar komt echt, nou, ik zou bijna willen zeggen zonder te overdrijven iedere week wel een game in huis. Is dat niet ja. te veel dan? Heel, waarom... Dat is veel te veel. Ja. ja, ik speel ze ook lang niet allemaal hoor. Maar wat is dat daarmee? Waarom wordt dat de ja, dat genre is dan nu in dit geval een soort van trifecta van verschillende dingen. Maar ja. waarom zijn indie game ontwikkelaars daar op dit moment zo mee bezig? Um... Ik denk dat je op een relatief gezien makkelijke manier heel veel diepgang kan geven aan je game. Uh, waar sommige games dat oplossen met characters of met verhaal of met uh, heel veel skill upgrades of, of een hele skill tree of een world map of whatever. Denk ik dat je, als jij een bepaalde vaste set aan skills bedenkt: een vette character, vette enemies en enigszins een toffe aan elkaar gelinkte map. Waar je doorheen moet gaan op een hele slimme, bijna puzzelende manier. Ik wil het zeker niet makkelijk noemen, totaal niet. Ik denk dat dat, dat, dat ook zeker zijn, zijn moeilijkheden met zich meebrengt. Maar ik denk dat om dat te maken, dat dat behapbaar is en makkelijk te playtesten is en een soort van dat alles. Je, je stelt hele duidelijke kaders waarbinnen je je als developer kunt begeven. En uh, ik denk dat in die devs daarom dat genre zo charmant vinden, omdat je een heel ingewikkeld uitziende en soms ook echt daadwerkelijk ook wel een hele ingewikkelde game überhaupt kunt maken, zonder dat je heel ver hoeft te gaan met heel veel ja randvoorwaardelijke dingen of zo. Dat uh, ja. Precies, er worden weinig, er worden niet heel veel verschillende dingen aan je uitgelegd. Het is soort van ergens vrij basic. Ja, ja. En, uh, maar het werkt voor lang of zo. Ja, ja het, heel erg. Ja. Is het iets dat, dat je over ziet zijpelen naar mainstream gaming? Um, of is het er daar ook? Nou ja, ik denk dat backtracking meer dan ooit een, uh, een ding is. Als zijn, ik merk het nu ook bij God of War. Uh, en ik wil totaal God of War niet een Roguelite of een Metroidvania noemen of zo. Echt een, een no way in hell. Um, maar ik merk dat wat zij doen. Um, en Elden Ring doet dat natuurlijk ook op zijn eigen manier weer. En een soort van... Maar die deden dat, de Souls games deden dat eigenlijk altijd wel. Je zou eigenlijk zelfs kunnen zeggen dat dat 3D-Metroidvania's waren. Um, maar bij bijvoorbeeld God of War, je merkt gewoon. Ik ga niks spoilen, uiteraard. Maar je komt in een bepaald gebied. En je kunt daar bijna alles doen. behalve één ding. Want daar heb je de skill nog niet voor. En dan ben je drie werelden verder. en dan unlock je die skill. en dan denk je. fuck, in wereld 1, waar ik tien uur geleden was. daar kan ik nu die deur wel openmaken. En is dat uniek voor deze tijd? Denk ik niet. Ik denk dat games dat eigenlijk altijd wel. enigszins gedaan hebben. Maar het valt me wel meer op. Misschien omdat ik er meer in zit of zo. of dat, of dat ik dat genre gewoon vetter vind dan. Uh... Ja, dan, dan menig andere games of genres. Maar ja, nee, ik, het valt me wel op dat games die elementen wel hebben. Ja. ja ik, zou, ik zou niet willen zeggen dat er echt hele grote AAA roguelites of Metroidvanias zijn. Op bijvoorbeeld een Metroid na. Van vorig jaar, volgens mij. Metri nou, dat ga je al, dat weet ik al niet meer. Metroid Dread was dan vorig, vorig jaar, jaar. of het jaar ja. daarvoor. Maar. Returnal? Returnal, ja. Ook een hele goede. Ja. Ook vorig jaar, ja maar dus dat is niet ja perfect. was dat ook vorig jaar ja wat voor ja. mijn gevoel is dat echt alweer twee jaar terug of zo nee, volgens mij was, was dat vorig jaar uh, ook ja maar dat, dat, uh, dat, dat, dat is er al dus dat, dat zit dat is niet iets want je ziet het natuurlijk in gaming of in ieder geval dat, dat denk ik uh, dat je altijd je ziet altijd heel erg trends en dus nu is ja. de trend in indie gaming zijn die inderdaad weet je roguelite roguelike mm -hmm. uh, uh, Radwania-achtige uh, dingen ja. uh, in, is dat in mainstreaming is dat misschien nog wel nog steeds open world games mm -hmm. die laat jij tegenwoordig uh, vaak links liggen. Ja, wel. Ja. Maar die, 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 die trend zie je niet per se nu. Denk je nog dat dan dus die trend nog verder gaat doorzetten naar mainstream gaming? Of staan mainstream gaming en indie games qua, qua genres die daar veel in voorkomen, heb je zie je daar niet echt een verband in? Lastig als in, de, ik vond de voorbeelden die je noemde, vond ik heel goed. Returnal is bijvoorbeeld daar echt het, het perfecte voorbeeld van. In opzet, een vrij kleine game. Je crasht de hele tijd op een planeet en schiet jezelf naar uh, de laatste wereld. Dat is eigenlijk uh, heel lang verhaal, kort wat die game is. Uh, toch aaa productie. Toch zie je ook dat dat zijn voordelen heeft. Uh, dingen als hoe de controller gebruikt werd. Tot aan sound design, wat niet normaal was. Tot aan de graphics die. Super tof waren. Een verhaal wat heel goed gedaan werd. Hedy gaf daar natuurlijk uh, het, 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 uh, ja, de voorzet voor. En Returnal die kopt hem vervolgens in. Die deed precies dat op die manier ook heel erg leuk en heel erg goed. Dus ik denk zeker dat, dat, dat daar wel ruimte voor is. Het valt me persoonlijk niet heel erg nog op dat die genres echt breed omarmd worden binnen de mainstream. Nee. Dus uh, op, 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 een, op een Returnal inderdaad na en hier en daar misschien. Ja, nog een een, een A Metroidvania valt het mee. Ja. ja. Kijk, speel je niet meer open world games omdat je omdat er te veel zijn uitgekomen of omdat het de, 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 ja, gewoon voor voor wat voor de game die het is. De, de, de Ja, voor dat voor de game die het is. Ik vind het vaak hele soort van Kijk, ik werk van 9 tot 5 en ik heb geen zin om dan ook nog bloemen te gaan plukken ja. soort van als ik <laughs> Grappig. Het is precies maar... waar ik wel altijd zin ja, in heb het snap bloemen ik. plukken. Ja, en ja. ik ja. ik kan me, ik ergens ben ik daar ook wel jaloers op dat dat je dit juist wel vet vindt zodat dat je denkt van joh wat ik ook doe ik ben nu gewoon hier bloemen plukken en ja. die bloemen plukken in deze wereld dat is nu belangrijk <laughs> ja. want ik ben nu in deze wereld want ik zit daar gewoon in en ik vind dat heel tof maar tegelijkertijd ben ik echt allergisch geworden voor busy work gewoon dingen die er maar zijn om er maar te zijn ja. en dan kan ik de tien miljoenste useless upgrade kopen in mijn skill tree Nou, roep the fucking do maar dat vond je vroeger wel tof toch of niet? Lastig. Als in. Ik merk, als ik terugkijk. Um, kijk, Ubisoft heeft er natuurlijk een handje van. Dat zal, niet, uh, dat zal niemand verbazen dat ik, dat ik dan dit als voorbeeld nu noem. Maar um, uh, dingen als torens beklimmen om te synchroniseren. En dat je dan een stukje map hebt unlocked. En dan kun je daar weer nieuwe kistjes fixen met iron ore. Voor de upgrade van je wapens. En weet ik het wat allemaal. Een soort van. Ik heb het te veel gedaan. Dus het is ergens. Ook wel open wereld uitputting of fatigue. Ja. Um, maar tegelijkertijd merk ik ook en denk ik ook dat ik niet heel snel terug zal keren naar dat genre. Omdat ik het gewoon. Omdat ik weet dat een game kan heel compact en heel veel kwaliteit in heel weinig hebben. En ik heb niet zo heel veel zin dat de kwaliteit verspreid is over een ervaring van heel lang. Uh, met daartussenin allemaal dingen die ik persoonlijk niet leuk vind. Een voorbeeld vind ik bijvoorbeeld de Forspoken Demo. Uh, toevallig vorige week even geprobeerd. Ja, wat een domme kutgame is dat. <laughs> het is gewoon echt heel dom. Ja. Dan zit ik te kijken en dan denk ik van. Het is niet uitdagend. Het werkt niet eens heel lekker. Een soort van een, het ziet er enigszins cool uit. Maar voor een soort van. Comic Relief heb je ook een pratende armband. En een soort van, wat de fuck is dit eigenlijk? Wat, wat een soort van weirde shit. En dan denk ik nog van, nou vet. Ik ga die wereld in. Ik ga kijken van, oké, okay, waar ligt wat? En wat is deze wereld? En hoe? Ik druk op de map en alles staat al op de map. Ieder kistje, iedere enemy, ieder sidequestje. Ieder je hoeft niks zelf meer te was doen. Was dat misschien voor de demo, zei ik? Het zou kunnen zijn dat het voor de demo was. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Nee. Een soort van, als jouw game moet zijn, vind zelf dingen en gebruik zelf meer dan drie hersencellen om deze game überhaupt te doorgronden. Als dat jouw idee was, dan neem ik aan dat je dat ook in de demo gaat doen. Ja. En in plaats daarvan krijg je een soort van brain rot, fucking world map, icoontjes afgaan, crap. Dat ik denk van, joh, waarom ben ik dit nog gaan doen? Ja, it, it, yeah. ik hoef de kistjes niet zelf te vinden. De enemies worden voor, voordat ik ze heb gezien al aangegeven. Kijk, dat je Vista's aangeeft op de map en echt belangrijke punten aangeeft, dat kan heel cool werken. Bijvoorbeeld Breath of the Wild is een van de weinige open wereld games naast Ghost of Tsushima en Elden Ring. Nou, hand in het vuur dat ik de, 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 voor die games. Dat, dat vind ik zo fucking vet. Dat, ja. Die doen open wereld uh, ja, design heel erg goed. Um, en weer komt daar terug dat ze, wat ik ja, net ook al aangaf, wat ik belangrijk vind, is dat ze jou als speler serieus nemen. Dus als je in Ghost of Tsushima misschien iets meer, maar in Breath of the Wild niet. Als je daar je map opent, ja, je ziet niks. Je ziet een groene vlakte en je ziet wat belangrijke punten. Ja. Als je en, er geweest bent, dan staat er wat meer, maar dat zit in ieder geval zelf gezocht. als je moet zelf bent, dan komen zitten ze er te, te staan. Maar het is jouw taak om die wereld te doorgronden. Ja. En als de game dat al voor je heeft gedaan, ja. Wat de fuck ben ik dan aan het doen? Niet een open world game meer dan? Nee, dan ben ik een van... soort van dingen aan het af... Dan ben ik een to-do list aan het doen. En dan ga ik liever werken voor geld. Ja. Van, dan heb ik gewoon geen Vossenjag. zin om dit te doen. Nee, snap ik. En dat kan wel, want Ghost of Tsushima vond ik dat heel goed doen. Want bij Ghost of Tsushima zag je voor de volle 1000%. Als ik nu dit vosje achterna ren, dan weet ik tot op de laatste seconde hoe lang het ongeveer gaat duren, maar ook wat de pay-off gaat zijn. Ja. Een soort van, als ik dit vosje volg, dan krijg ik meer stamina. Ja. En als ik uh, deze boomstammetjes in een goede sequence omhak, dan krijg ik meer held. Ik, ik weet niet meer precies wat het deed, maar dan krijg je meer, ik noem maar iets. En dan is het aan jou als speler de keuze, dit ga ik doen. Ja. Maar als je mij al vooraf gaat op een map aangeven, hier zit een chest. We gaan lekker niet zeggen wat erin zit. Nee. Het kost klote veel moeite om er te komen, maar je weet al dat die daar zit. Want dat hebben we alvast voor je verteld. Ja. Lopen er maar naartoe. Open maar het kistje. Oh ja, er zit drie zilver in. Want dan kun je over vijf uur kun je, je wapen. Ja, fuck. Oh, echt? Is dat het ook? Nog? Een soort van. Nee, bij wijze van. Okay, ja, ja, ja. Maar ik bedoel. Dat is ook hoe veel open wereld games werken. Ik kan me herinneren dat. Assassin's Creed Valhalla bijvoorbeeld. Die, die had. Um, heel veel kistjes die je kon openen. Met hele banale soort van. Resources erin. Ja. Natuurlijk, ze zijn wel bruikbaar. Want je wapen wordt er beter van, of weet ik veel. Maar je wist nooit helemaal wat je er nou. Van tevoren wist je niet helemaal wat je eraan ging hebben. Um, en dan vind ik dat heel storend. Ik vind het niet erg. Als ik een vette reis naartoe had. Die ik zelf heb gedaan. En waarvan ik. Want dat was bijvoorbeeld een van de dingen die ik hoorde bij bijvoorbeeld Breath of the Wild. Of Elden Ring. Elden Ring heeft ook heel veel kistjes. En Breath of the Wild heeft ook heel veel dungeons. En is de pay of daar altijd? Nee, zeker niet. Ik heb echt heel veel items in Elden Ring gevonden. Waarvan meer dan. Ik heb meer items gevonden die ik niet heb gebruikt dan die ik wel heb gebruikt. Veel meer. Is dat dan kut? Volgens mijn redenatie die ik net noemde, ja. Maar de reis er naartoe was zo fucking vet dat ik me niet genaaid voelde door de loot soort van boeien dat ik dit armor niet ga gebruiken. Ja, het is in ieder geval een armor en niet drie het zilver. Het is een armor en niet drie zilver. En al was het drie zilver geweest, de reis er naartoe en de dingen die ik heb moeten doorstaan om überhaupt dit kistje te mogen openen. Bij, bij Miyazaki's gratie mocht ik dit ding eindelijk openen. En dat er dan maar drie zilver in zit. Ja, yeah, I don't care. De reis er naartoe was zo vet. En de reis er naartoe is niet meer vet in de in Forspoken, want hij staat er al. En heel veel open, en ik, ik heb het nu over verspoken hoor, dat is omdat ik het meest recent uh, dit zo gedaan heb zien worden, maar er zijn veel meer open wereld games die dit zo gedaan hebben. Ja, en dan zet ik het na tien minuten uit en dan weet ik van joh, ik heb een vrede ermee en ik snap dat mensen het wel vet vinden, maar het past niet meer binnen mijn smaakpalet, zeg maar. Dat, uh, dit is echt niet meer voor mij. Denk je niet dat je, dat je diezelfde fatigue ooit gaat hebben met Roguelite, Roguelite, uh, uh, Castlevania, uh, Metroidvania uh, games? Um, ja, zou kunnen. <laughs> ik moet wel zeggen, omdat dat uh, een heel veranderlijk genre is. En het iets is wat je op veel verschillende genres kunt plakken ook. Denk ik dat dat wel wat langer gaat duren. Um, je kunt een shooter maken die een roguelite is, maar je kunt ook een strategy game maken die een roguelite is, of een verhalende top-down. Action RPG die een roguelite is. Ja. Dus het, 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 het kan op meer dan één genre geplakt worden. En ik denk dat daarmee de fatigue ver weg nog is. Het principe van doodgaan en dan wat meenemen en dan upgraden en een soort van nog een keer doen. En... Gaat dat ooit een keer kut worden? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik zie het voorlopig nog niet gebeuren. Nee. Ook omdat ik. Ik weet niet, ik vind het gewoon zo leuk dat, dat wanneer ik dan iets heb gedaan, dat het mijn verdienste is. En dat ik er niet uh, mee geholpen ben door een world map of door, de, of door een side quest die ineens oppopt. Of het, als ik iets heb gedaan in die game, dan is het omdat ik het kon en omdat ik heb doorgezet of, of het snapte of het heb uitgepuzzeld of het heb uitgevogeld. En dat, ja, ik, ik, ik vind dat... Uh, door heel veel andere genres en games en facetten van games onevenaardbaar. Ja, nice. Je hebt, ik zag volgens mij van de week, ik weet niet of het een soort, de Twitch wrap-up was dat volgens mij. Heb je een goed jaar gehad? Ja en nee. Dus echt in je stream zelf, zeg maar. Ja, juist. Ja, Ik ben wat, ook daarin ben ik wat kritischer geworden. Um, dus bij mij pas je of binnen uh, de stream of je bent geband. Dat is eigenlijk een beetje de twee smaken die ik heb nu. Al in, ik heb niet, voorheen had ik heel veel geduld um, uh, voor de vraag: ...'Yo, um, ja, je bent nu uh, Elden Ring aan het spelen, uh, is die ook voor de Xbox? Dan denk ik, dude, in plaats van mij hiermee vervelen, had je letterlijk deze vraag op Google in kunnen typen. En had je iedereen op aarde de moeite kunnen besparen van deze domme vraag. Ik, ik, heb, daar, ik heb daar geen zin meer in. Soort van, maar krijgen dat ze een band dan. Doen. Nee, dan krijgen ze een tube. Oh, okay, okay, cool. Dan zeg ik, ja, ja nee, hij is ook op de Xbox. Maar van binnen heb ik echt Ja. Van, dude. ja. Ben je echt. Ben je, soort ja. van, bedoel je dit als small talk? Want dat kan ook. Ja. Dat is het moeilijke. Je weet iemands intentie niet. Dus is dit bedoeld als small talk? En is dit gewoon een leuke binnenkomer? Of probeer je een leuke binnenkomer te hebben? Of interesse te tonen? of soort Precies. Van, Dat is heel moeilijk soms ja. te snappen. Dus tuurlijk zal ik niet iemand daarom bannen. Um, maar ik denk wel van binnen... dat ik denk van joh, hè, zoek het even op op Google. Dus ik ben gewoon wat kritischer geworden... In, in wat ik wel en niet wil streamen. En ook in hoe ik stream. Um, ik heb dat nog steeds wel... dat ik me er heel erg bewust van ben... dat dingen heel saai kunnen zijn. Als zijnde uh, Elden Ring... Vind ik een van de beste streamgames die er is op bijna alle vlakken. Het is altijd spannend. Win je is het leuk. Ga je dood is het grappig. Ja. Um, niks aan die game is kut om naar te kijken. Behalve uh, de lore die ik heel vet vind. Dus als jij een item vindt, een armor, dan wil ik die item description van een A4 lang wil ik lezen. Ja. Is het saai om naar te kijken? fuck yeah. ja. Want als het jou geen donder boeit wat het item doet, en je wil hem alleen aandoen omdat hij vette stads heeft, of je vindt het vet hoe hij eruit ziet, ja. ja, en het boeit je niet dat ik een half boek aan het voorlezen ben. Ja, oh, je bent hem aan het voorlezen? Ja, ja, nou, ja, oké, ja ik, daarom, ik ga dus... het wel kijken. Ja. Ja. Dan snap ik dat je eventueel weg zou kunnen klikken. Um, en ik was mezelf er altijd heel erg bewust van, en ik liet daarom dingen in games. Dus, ik zou ergens willen zeggen dat ik, um, hoe zeg je dat? Ik, de ik deed... Uh, een compromis op hoe ik een game speelde, om willen van het zo snappy mogelijk leuk houden. Ja. En daar ben ik dit jaar in veranderd. Als zijnde moet ik jou entertainen met allerlei bedazeling, soort van bullshit. Ja. Dan pas je niet bij mijn stream. Dan is het dat het gewoon niet meer. Nee. En lever je daar langzaamaan mensen uh, op in? Ja, want... Wat je eerst deed is veranderd en is uitgebreider en serieuzer geworden. En niet iedereen past daar nog bij. Tegelijkertijd levert dat wel een beter streamjaar op voor mij. Als zijnde, dit is. Ik denk dat ik in totaal verdeeld over de afgelopen zeven jaar iets van. Nou, honderd games op stream heb uitgespeeld of zo. Um, ik zou willen zeggen dat dit jaar. Uh, uh, ...de vetste playthroughs waren. Juist omdat ik die verandering... ...op die manier heb gedaan. Elden Ring is by far het vetste wat ik ooit op stream heb gedaan... ...als het gaat om games. Dat was echt een soort van... Nou, dat, 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 ...dat was gewoon bijna een levensstijl op een gegeven moment. Een soort van... ...iedereen was ook invested in, die, in, 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 in het doorspelen... ...van die game en in, in die streams. en De mensen die dan passen... ...die pasten ook zo goed... ...dat het ook echt een veel vettere ervaring erdoor werd. In plaats van dat ik soort van random domme vragen moest gaan zitten beantwoorden die je ook had kunnen googelen. Ja. En ja. tegelijkertijd wil ik niet kijkers daarmee tekort doen, want ik, ik vind het feit dat mensen de moeite nemen om te komen kijken, vind ik echt heel vet. Maar het klein beetje please gehalte wat ik had, is echt volledig weg. Echt ja. een soort van interesseert het je niet? Fine. Kun je dat op een normale manier zeggen? Prima. Ga maar weg. Ga je een soort van raar erom lopen doen? Ben klaar. Aj. Ja. Dat, dat is gewoon de manier hoe het nu werkt. En ja. Of je past of je past niet. En ik heb gewoon geen zin om ja, te gaan bedazelen met crap. Dat ga ik gewoon niet meer doen. En, nee. en dus de, je, je Twitch uh, numbers zijn misschien een beetje geslonken. Maar je community is meer tight-knit geworden. Ja, ik denk dat de ja, de ja, geslonken. Het is gelijk gebleven, zou okay. ik willen zeggen. Ja. Er zijn zeker streams waaraan ik merk: van joh, doordat ik dit op de manier speel zoals ik dit speel, Daardoor lever ik in, bij deze game veel in. Zeker. Maar tegelijkertijd, ja, ik hoef er niet van te leven. Ik doe het voor de lol. En, en uh, ik heb liever dan die 40, 50 man die het echt heel vet vinden, dan misschien 100 man met randos ertussen, die ja, eigenlijk hier niks te zoeken hebben. Nee. Je zei volgens mij in dat uh, in, in berichtje: soort van bedankt dat jullie uh, weet je, dit jaar ook weer hebben gekeken naar mijn gekke gamesmaak. Ja, naar mijn rare dingen. Ja, ja. Wat, is die, wat is die gekke gamesmaak dan? Is dat, is dat zo anders dan, dan andere streamers? Nou, ja. in een goed voorbeeld is: uh, volgens mij was het dit jaar, of het was vorig jaar. Ik zeg het oprecht niet om kut te doen, maar ik weet het echt niet meer. Um, ik heb een game gespeeld waarbij uh, je eekhoorns moet filmen. Ja, nou, dat vind ik best een rare game. Blijf, ja. ja. Dus dat bedoel ik daarmee. Een soort van, ik kan me voorstellen namelijk dat er. Maar vond je dat echt leuk? Dat die, ja, dat de... was zo ja, precies. Vet. Ja. Het was echt heel lijp. Um, het heet Nuts overigens, voor degenen die er geïnteresseerd in zijn. Het is zo indie als het maar kan. Maar het ging erom dat er waren acorns en die, die hadden een bepaald patroon. En jij moest dus met camera's uh, neerzetten op plekken waarvan jij dacht dat dat patroon tot uitvoering zou komen. Of dat je iets in dat patroon kon doorbreken daar moest je die camera's neerzetten en moest jij met een monitoring soort van uh, of met beeldschermen vijf stuk's moest jij dan die camera's in de gaten gaan houden en moest jij het geheim van die acorns uh, moest je gaan ontrafelen. Nice. dus dat is wat ik dan bedoel met een soort van ja bedankt dat jullie dit überhaupt hebben willen zien want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van yo deze random guy die een soort van de meest domme shit die ik in mijn leven heb gezien zitten spelen. Er zijn natuurlijk ook wel streamers die dat die dat moedwillig dat soort gekke gekke games gaan opzoeken. Dat heb jij niet ja. per se, toch? Nee, dat heb ik niet. Het is niet alsof ik er een soort van comedic value uit wil halen of zo. Nee, je nee. gewoon genuinely interested. Ik ben echt geïnteresseerd, ja. Ja, ja dat wel. Dus, dus kijk, tuurlijk zijn dat niet de games die ik heb meegenomen. Um, als zijnde voor mijn top 10 lijstje. Dat zijn ook niet de games die me over tien jaar nog bij zijn gebleven. Maar het, het, het is wel een soort van de Maizena in mijn stream. Een soort van de, de, de samenhang... Tussen de God of Wars en de Elden Rings en de, en de weet ik veel wat door, is dat wel het, het bindmiddel? Zeg maar, van We gaan dit lekker overbruggen met lekker eigenzinnige, soort van weirde shit die ik vet vind. En vind je dat leuk? Kom je kijken? Vind je het kut? Dan kom je niet. Een soort van ja. ja, precies. Volgens mij, uh, we hadden het er net al voor, de, uh, voor het opnemen uh, even over. Dat je, je wil op een gegeven moment wat, misschien wat minder gaan werken, zodat je wat meer tijd hebt voor voor wat precies? Ja, dat is een goeie. Ik um... <coughs> sorry. Ik merk dat ik dit jaar um... kun je Mike ietsje uh, uh, op je richten? Ja, yeah, thanks. Yes. Um, ik merk dat ik dit jaar uh, uh, meer dan ooit in de knoop wil ik niet zeggen, maar wel dat ik zoiets had van joh, wat, um, hoe kan ik mijn tijd verdelen en vind ik die verdeling nog goed? En het antwoord was eigenlijk heel vaak nee. Dus ik heb een soort van driehoeksformatie in mijn leven: als zijn ik heb werk, ik heb gezin en ik heb de stream. Die zie ik wel echt als apart, maar groot onderdeel. Um, en ik moet alle drie die dingen, moet ik een soort van, ja, Onderhouden zou ik bijna willen zeggen. En dat doe ik met liefde hoor. Want ik vind streamen heel erg leuk. En ik vind mijn baan leuk. En, en mijn gezin uiteraard. Um, maar ja, je moet wel een verdeling maken tussen hoeveel uur steek ik hierin? En hoeveel uur steek ik daarin? En die verhoudingen zijn heel scheef. Dus uh, ik, heb, ik zal altijd zeggen. En dat is ook zo goed als altijd gelukt. Uh, dat ik mijn gezin op nummer één zet. En dat ik daar nooit. Een compromis voor. Uh, of dat ik hun nooit vraag om een compromis te doen. Omwille van iets anders. Maar ik merk wel dat als ik dan denk van ja. Um, ik werk. Dan kom ik s'avonds thuis. Dan heb ik of een avond met het gezin. Of ik ga streamen. Dat zijn de twee smaken die er zijn, zeg maar. Um, dan merk ik dat als ik ga streamen. En ik ben om twaalf uur klaar. En dan ga we nog even douchen en nog even wat drinken. En uh, dan naar bed, dan is het één uur. En s ochtends om zes uur, half zeven gaat de wekker weer. En hoe lang hou je dat vol? Nou ja, het antwoord bij mij is twee jaar. Uh, en als je dat wekelijks, weet ik veel, vier keer ongeveer... vier nachten slash ochtenden hebt. Ja. Um, en toen had ik op een gegeven moment zoiets van... joh, waarom maak ik die verdeling niet beter dan dat het is? En kan dat überhaupt? En ik ben dan wel heel erg van, joh... Niet zeuren, gewoon doorgaan, gewoon doen en gewoon naar je werk gaan. Gewoon uh, alles doen wat je kan uh, omwille van uh, het geluk en het plezier. En weet ik veel van je gezin, en uh, ook lekker doorgaan met streamen, want dat vind je leuk. En, en, en ook dat gewoon doen, ja. Totdat ik dus op een gegeven moment dacht: van, Ja, maar wacht even. Stel je voor dat ik aan één ding minder aandacht schenk, bijvoorbeeld werk, wat levert het me dat. Aan de, wat kost me dat? Qua salaris. Heel simpel. Versus wat levert me dat op. Gezins streamwise stream wise. En toen had ik zoiets van. Ja maar wacht even. Als ik dan bijvoorbeeld 36 uur zou gaan werken. In de week. Dan lever ik dus 4 uur in. Um, dat zou dus betekenen. Dat als je de 4 uur van de ene week. Bij de 4 uur van de andere week optelt. Dat je in 2 weken. Heb je 1 dag vrij. En als je dat dus ja dat doe je dan twee keer per maand dus dan heb je twee dagen per maand heb je vrij uh, of twee keer acht uur en um, dat stelt me dan in staat om of een dag extra te hebben met Nova of een dag uh, hierheen te kunnen of een dag te streamen of uh, um, ja het is dingen de... te doen die ik anders misschien zou moeten laten of die ik omdat je die drie dingen al hebt. Dus het is niet per se zo dat de tijd die je dan daarmee creëert. alleen uh, of alleen maar gewoon gaat mm -hmm. naar nummer. Uh, weet je familie en, en streamen, nummer 1 en nummer 2. Ja. Uh, het is ook voor eventueel andere dingen nog. Uh, waarvoor je wat extra tijd wil creëren. Ja, het is gewoon. Ik, ik heb dan meer tijd voor dingen die ik belangrijk vind. En wat dat dan is, of dat dan gezinsgerelateerd is. Kijk, de ene uh, maand zou dat misschien zijn. Dan heb ik twee extra dagen uh, waarbij we lekker weggaan met z'n allen. Uh, maar het zou ook maar zo kunnen zijn dat ik um, uh, twee extra streams in de maand doe. Of dat als je zegt van joh, ik kan je goed gebruiken voor een review en wat items, dat ik een opnamedag hierheen kom. Of ja, ja en hoeveel lever ik dan in versus hoeveel lol krijg ik daarvoor terug? Ja, dan is die, die, die paar honderd euro die ik inlever. <laughs> ja, fuck dat. Stom hè, ja. Dus eigenlijk dom uh, dat ik daar twee jaar lang over heb gedaan om zoiets simpels te realiseren. Um, als, als zijnde realiseren, als in bedenken. Ik heb nog niet akkoord gegeven. Want ja, we begonnen dit gesprek natuurlijk een beetje. Um, over de, de, de situatie van de wereld. Kijk, dingen als energieprijzen en, en opvangkosten en een soort van, ja, alles gaat omhoog en alles wordt duurder en weet ik veel. Ja. Dus is het verstandig om salarissen in te leveren? Nee. Levert, me heel, levert het me heel veel rust en ja, waarschijnlijk een betere gemoedstoestand op? Ja. ja. Dus dan moet je een soort van hele rare afweging gaan maken tussen een paar honderd euro of een leuker leven. En misschien is die paar honderd euro wel essentieel om überhaupt. ...basic te dingen hebben. te kunnen blijven ja. doen in het leven. Dus dat heeft ook weer een soort van heel raar... Uh, ...ding levert dat op. Maar hopelijk is dat natuurlijk ook wel tijdelijk. Dat ja, tuurlijk. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Dingen als een prijsplafond en weet je, ik bedoel... Ja, dat, uh, dat, ...dat vindt zichzelf uiteindelijk allemaal wel een weg. Dus ik, ik denk ook wel dat ik dat... ...dat ik dat ga doen. Ja. Uh, mm, want in mijn berekening zit wel... ...een soort van leeway... ...in, in negatieve zin slash... ...daarmee dus... <coughs> ...in positieve zin... Ja, jij wilt natuurlijk ook het, het meest verstandige doen, maar ik denk ja. dat iedereen met wie je zal praten zegt: mm -hmm. kies voor jezelf of kies voor meer ja, tijd. Ja, tuurlijk. Ja, daarom. En dat heb ik zelf ook wel een beetje. Dat ik denk van: joh, ik vind heel veel dingen leuk om te doen. Um, en is er een manier om dat te kunnen doen? En ik denk dat ik die gevonden heb. En ten koste van hetgeen, ja, waarvan het moet gaan. Kan dat, die ja of de nee? Nou, die rekensom is voor nu. En als ik ja, die helemaal compleet heb, dan... Uh, dat is nog van een paar dingen afhankelijk. Dan... Werk ik vanaf volgend jaar 36 uur? Ja, grappig. Toen jij hier vast wegging, inderdaad, dus inderdaad die andere baan hem, toen zag ik ook dat je even een stapje terugnam Volgens mij met streamen, omdat dat, weet je, je moest even kijken hoe dat werkte. En ergens in mijn achterhoofd had ik toen het idee van dat je dat steeds minder zou gaan doen. Dus het is wel heel grappig dat je nu na een paar jaar juist weer zoiets hebt van heb ik, wil juist mijn werk weer wat afbouwen. om juist weer dat te doen. De andere dingen weer te gaan doen. Dus dat is. Ja, snap ik. Ja, nee, er zijn zeker een aantal momenten geweest. Ik heb altijd wel vast gestreamd. Ik heb zelden een week uh, gemist. Maar er zijn zeker momenten geweest dat ik af en toe um, het wat lastiger vond om het te kunnen matchen met de verwachtingen van bijvoorbeeld een nieuwe baan. Een soort van. Ja. Hoe Valt dat en hoeveel tijd ben ik daarin kwijt en hoeveel energie hou ik over? En dus de eerste weken, uh, ja, nadat ja, ik dat we de daar... wegging dat ja, ja, precies. Omdat we het daar een keer dat uh, je dan wel weer een keer hier was over hebben gehad. Van nou, mm. ik moet nog even kijken hoe ik dit balanceer. Ja. En nou ja, dus dat inderdaad, dat balanceren, dat heb je nu een beetje uh, gedaan. En uh, ja. uh, daar heb je gedaan van maar er moet wat meer balans naar de ene kant of naar de andere kant. Uh, ja, ik heb uh, ook over de over na zitten denken om de balans een andere kant op, uh, op te gooien. Uh, namelijk gewoon minder streamen. Um, dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja. Maar Behalve... dat, is, dat is in principe jouw hobby. Weet je waarom? Sommige ja, mensen voetbal kijken of voetbal doen of ja. wat dan ook. Stream jij. Dus... Ja, daarom. Dus wil je dat? Wil je daarop inleveren? En het Zondage is ook nog avonden, eens omdat er, zeggen, ja, tuurlijk. Maar het is ook nog eens omdat daar iets naast aanplakt. En dat is gaming. Wat ja, ook. Je hobby, dus je hebt daar twee hobby's doe je in één. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk zonde zou dat zijn in principe om het in te zetten. Het is moeilijk om dat, om dat, om dat los te laten. En um, ja, dan ga je dus nadenken over joh, wat nou als ik het weet ik veel, in plaats van vier keer, twee keer per week zou ja. doen. En kan ik dan nog doen wat ik zou willen doen? Ja, duwt Dan ben je echt drie jaar bezig met één keer te ja. spelen. Dat gaat ja. hem gewoon niet worden. Dus. Een soort van naarmate games langer gaan duren en groter worden. En ik voor mezelf heb bepaald van dit is hoe ik nu wil streamen. En dit is hoe ik het nu leuk vind om het te doen. Dat, is, dat, dat past niet bij minder gaan streamen. Dus wat, waar, wat ga, waar ga ik dan op inleveren? Nou, gezin uiteraard niet. Nou, en toen nogmaals, ja, dan kom je bij het werk uit. En dan denk je nee, toen ging ook ineens het lampje branden. Zo van, hé hey, wacht. Dit kan ook. Hoezo heb ik hier niet over nagedacht? Wat dom. Ja, ja. grappig. Zullen we eens heel snel door je backlog uh, zweven? Fuck, ja, heb je even. Dat is echt niet normaal, hè? Dat Nee. Uh, nee. Ja, nee ben... zonder uitleg zal ik dit doen. Ja. Een soort van um... inderdaad gewoon. En ik weet ook niet of er heel veel namen tussen zitten die we niet eens zouden kennen. Misschien wel, ja, 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 deze kennen jullie wel. Ja. Goed. Komt die aan? Um, dat zou zijn. Astral Chain. Nog een keer uitspelen op de Switch. Castlevania Requiem. Dat is een verzameling van verschillende Castlevania dingen. Darkest Dungeon nog een keer doorspelen. Dead Stranding heb ik nooit afgemaakt, maar vond ik zo lijp. Maar dat is dus bijvoorbeeld zo'n streamgame. Ja, het is echt saaier dan fucking water voorzien veranderen in ijs. Dat, dat, dat heeft niemand zin in. Ja, Tenzij er allemaal soort van game. Weet je, de dingen die niet met de game te maken hebben, gaat lullen over. Je kan het lullen ja, over dan je, moet je vakanties dus terwijl je. Te Dazelen zeg maar. En ja, dat is dus ja, hetgeen waar ik niet zo heel goed in ben. Het is de game versus. Of hè, in, in combinatie met, met mij. En geeft de game mij genoeg mogelijkheden om mij ook in, tot zijn recht te laten komen. Dan vind ik het een vette stream game. Ja. Maar Dead Stranding deed dat nee, totaal niet voor rondlopen. Mij. Dat, uh, is, een, dat ja. is rondlopen. Fucking vet. Maar ja. was niet te streamen. Nooit afgemaakt. Super dom. Uh, maar ja, is echt zo'n game dat ik... ja. Wanneer ga je 60 uur, 70 uur de tijd hebben? Ja, niet. Nee, dus de, deze blijft hier altijd staan. Ja. Um, Diablo 2 Resurrected. Uh, Disco Elysium nog een keer doorspelen. Maar je, je zegt heel veel nog een keer. Dus je, ja. hebt, je hebt ze wel al gedaan. Dus <coughs> je ergens weet ik niet gedaan. of dat een backlog-ding is. Oké, okay, dan skip ik degene die ik al een keer heb gedaan. <laughs> en wil je me heel kort uitleggen wat zo leuk is aan Discollision? Want ik heb hem dit jaar gespeeld. Ik ja, vond het vreselijk. Ik had die review gezien, inderdaad. <laughs> um, Niet meer eens als jij het natuurlijk. Nee. Nou, dat is dus weer zo'n game. En uh, ja, soort je eigen um, interpretatie van dingen is heel erg belangrijk. Je eigen kijk op dingen is heel erg belangrijk. En afhankelijk daarvan mag jij kiezen. Uh, dit is hoe ik wil dat het gaat gaan. Behalve dus dat die game altijd roet in het eten gooit. Of verhaal technisch gezien. Precies. Of dice technisch gezien. Dus of je rolt kut en dan is het niet wat je wil. Of je kiest voor iets. En dan is het uiteindelijk alsnog de uitkomst semi-kut. En ja. daarmee dealen. Een soort van dat in combinatie met die depressed detective. Een soort van wie ben ik eigenlijk. Een soort van... Ik weet niet, ik heb dat toen op een gegeven moment losgelaten, want ik vind het juist heel fijn dat ik heel veel controle heb in wat ik kan in een RPG. Bijvoorbeeld bij de Outer World, die Obsidian RPG vind ik echt het vetste wat er in de afgelopen jaren is uitgekomen ja. als het gaat om westerse RPG's. Ja, snap ik. Juist omdat iedere dialoogoptie is precies wat ik hoopte dat ik terug zou ja, kunnen zeggen. Heel sterk. En um, hetgeen wat ik terugkrijg is ook altijd een vorm van wat ik hoopte dat ik eruit zou halen. Ja. En Disco Elysium deed dat totaal niet en was zo alienating en zo lelijk in ja. qua inhoud, niet qua hoe het eruit zag... dat ik dat ik echt dacht van wat de fuck? Het is gewoon, het is depressie in gamevorm gegoten ja. zou ik willen zeggen. Precies. En toch vond ik het zo tof om te ervaren hoe je uh, ja ook daarin weer een soort van je weg vindt en je toch uiteindelijk wel het idee hebt, toch wel een soort van invloed gehad te hebben. En natuurlijk is dat ook zo, want anders ja. heb je niet duizenden keuzes. Maar um, dat ik daarvan wel zoiets heb: van joh, ik ben benieuwd hoe ik vandaag de dag de keuzes zou maken. In combinatie met het geluk hebben met de dice rolls, wat ik ergens niet altijd even tof vond. Nee. Um, maar ik ben benieuwd hoe ik er vandaag de dag doorheen ja, zou oké. komen. Ja. Ja, precies, inderdaad. Hoe ik het ook ervaren heb. Alleen bij mij was het. Uh, of, of dat vond ik dan niet uh, enjoyable. Nee, dat snap ik heel goed. Dat, goed. dat was het eigenlijk misschien ook nee, helemaal niet. Nee. nee. Maar daar vrede mee krijgen, dat, uh, ja, dat, nee, dat helemaal niet. Nice. Goed. Dan hebben we Fire Emblem Three Houses. Guardians of the Galaxy. Um, even kijken. Uh, dan moet ik even scrollen. Dat zijn allemaal games die je al. Yeah. Die je nog een keer wil spelen. <laughs> Judgment zou ik graag nog een keer willen spelen. Samen met uh, Lost Judgment. Zeg maar deel 2 van ja, die uh, Yakuza spin-off. Persona 5 is er eentje die ik niet uh, uh, heb gespeeld. Of ja, wel heb gespeeld. Maar net als bij Dead Stranding. Het was niet de fijne streamgame. Dus die, uh, die heb ik nooit afgemaakt. Hmm. Uh, Nier Replicant. Ik vind Nier Automata echt een van de vetste dingen die ik uh, ooit heb gezien qua games. Dus. Ja, Nier Replicant, de voorganger daarvan. Um, ja, ook niet een fijne streamgame. Dus komt hij automatisch hierop terecht. Want ik wil hem wel graag spelen, maar ja. Auction uh, Free is er eentje. Pyre, dat is een game van de makers van uh, Hades. Dat is van Supergiant Games. Um, even kijken. Dit zijn allemaal nog vrij recente games inderdaad ook. Ja, het is niet per se... Ergens ben ik een soort van derailed of zo. daar ben ik te veel tijd in één game blijven hangen. En toen dacht ik van oh fuck, oké, okay, die moet op het lijstje, die moet op het ah, lijstje. Nou, ja. Uiteindelijk dan... Uh, uh, Yakuza Like a Dragon heb ik nooit gespeeld. Um, en dat, dat zijn ze wel ongeveer qua dingen die ik echt nog niet heb gespeeld. Maar en, en nog wel wil uitspelen. maar ja, ja ik kan En het echt de laten laatste zien. twee, drie jaar. Ja, het, het is echt Jezus. een soort van dingen ja. die ik echt nog... Nog een keer zou willen spelen omdat ik omdat je keuzes kunt maken of het is een vette ervaring ja. of een soort van ik ben benieuwd hoe ik hem nu zou vinden dat ja er komt ooit vast een, een, een game luwe periode ook in in nou misschien niet in de indie game, uh, uh, game die jij uh, vaak uit nou ja, dit maar, jaar ja, ik. ja dus ja. maar heb je, heb je nu wat backlog ingehaald dan um, ja bijvoorbeeld een game als Outer Wilds is een game die ik echt al heel lang wilde spelen ja, tof. Um, want ja, om de redenen die ik eerder heb genoemd. Um, en ik ben blij dat ik daar tijd voor heb gevonden. Uh, en ook tijd voor heb genomen om dat buiten de stream te doen. Ja. Zullen we dan ook gewoon uh, naar jouw top 10 gaan uh, nu in de top Ja, laten uh, we dat doen. Of oh, we een telefoon. lijstje games heb, uh, hebben gehad. Ja. ja, ik vond het wel moeilijk. Uh, als zijnde, ik kwam makkelijk aan 10 games. Dat was het probleem niet. Um, ja, want hoe, hoe was het jaar voor jou als zijnde de games die jij tof vond vindt dus in principe misschien dan een, een beetje geënt ja. op het indie genre was het een, een goed gamejaar Overal heel goed. Qua indie jaar niet zo, vond ik. Hmm. Als in, er is meer dan ooit. Ja. Maar de kwaliteit was echt all over the place, vond ik. Meer dan andere jaren. Precies. Um, vorig jaar scheelt het ook dat we uh, dingen hadden als Loop Hero en Inscription. Inscription was een, een, een card game. Met een escape room eraan gekoppeld, die je constant een soort van wist te verbazen. In ieder geval mij wel. Van uh, en De Volver Digital. En ook van De Volver Digital was Loop Hero. Um, heb ik ook een keer in Kevins Keuze meegenomen. Dus ja. mocht je echt heel erg of iets uitgebreider benieuwd zijn waarom ik dat vet vond, dan zit um, uh, ja, die in dat item. Um, maar zulke hoogwaardige kwaliteit dat was er dit jaar echt maar één die staat ook echt moet ik even verzekeren, ja echt met vlag en wimpel boven de rest ja dat was echt met recht de nummer één die wist ik al nog voordat ik deze top 10 maakte ik zou hem zelfs bijna hoger willen zetten dan God of War Ragnarok omdat deze game was zo perfect in wat het wilde zijn en wat het uiteindelijk was het was, dat was 100 gelijk aan elkaar. Dat vond ik zo knap. Ja, Maar dat nou, gaat nou het goed, over, daar komen heen. we straks op. Ja. <laughs> um, ja, nou ja, precies. Uh, ik wil ook nog wel eventjes straks misschien aan het eind horen... wat, wat, een, uh, wat je nog vond van Elden Ring. Ja. Um, omdat jij ja, je, je heeft je verboden om dat in deze top 10 ja, te zetten. Nou ja, ja, verboden maar, weet ik niet, maar... Dat, nee, maar ja. En je zei ook nog dat je dus overal gezien het jaar wel goed vond. Uh, je ja. hebt dus het wel 2022 als, als een nice game jaar uh, ervaren. Ja, ik vond het een heel raar gamejaar wel, hoor, moet ik zeggen. Dingen die normaal gesproken van hele. Ja. Uh, uh, yeah. Ik vond het heel vreemd. Ik vind het heel raar dat vandaag de dag nog games als Sonic Frontier uit kunnen komen, bijvoorbeeld, waar ik echt niks van snap. <kuggen> dan zit ik daar naar te kijken en dan denk ik van, nou, ah, hoe kan dit nog? Het een soort van. Welkom in 2004. Zijn we teruggegaan naar de GameCube-tijd, waarin ja. een soort van ransomware, een soort van <laughs> maandelijks uitkwam? Een soort ja. van. Eh. Uh, wat is dit? Een soort van. Dat had ik niet meer verwacht. Uh, of dat had ik steeds minder verwacht. En dat heb ik dit jaar voor mijn gevoel meer dan ooit gezien. Ik zei: ransomware, dat is niet de goede term. Maar in ieder geval: shuffleware. Dat is het. Een soort van. Dingen die gemaakt worden. om maar gemaakt te zijn. En dan ook nog half-assed. Een soort van: ja. waarom? En ik geld. zag dat dit jaar bij, bij best veel dingen, dat, dat, nie, dat heel weinig blonk echt uit in, dit is echt exceptioneel goed en Precies. dit hebben we nog nooit zo gedaan zien worden. Dat, dat was er dit jaar, vond ik heel weinig. Ja. Maar als ik kijk naar hoeveel leuke games ik heb gespeeld, vond ik dat er best wel veel. Oké. Okay. En, niet en dus alleen daar komt dus dat, dat een die, beetje vandaan. Ja. Nou, dan moeten we misschien begin volgend jaar ergens nog een, een game, een, een, een soort van de, de non in die uh, ja. uh, dingen daarbij uh, zetten. Ja. Maar ik ben benieuwd naar je top 10 dan. Ja, laten we dat beginnen. We ik heb één Honorable Mention meegenomen. En um, daar ga ik het ook dan niet al te lang over hebben. Dat is uh, Gloomwood. De reden dat het een Honorable Mention is, is omdat uh, het is een Early Access titel is. Dus ik vond het niet helemaal eerlijk. Het kan natuurlijk, maar ik vond het niet helemaal eerlijk om hem uh, mee te nemen. Hij is nog niet af. Maar nee, het precies. eerste level was fucking lijp. Um, heel veel mensen zullen nu zeggen, joh gast, ben je blind? Uh, wat is het voor lelijke shit? Fair. Um, het is een PlayStation 1-game. Het is, is wat als Dishonored op de PlayStation 1 uitkwam. Dat is wat dit is. Dan krijg je... Um, dan krijg je N Heroes uh, of Might and Magic, of hoe heet die stuff? Bijvoorbeeld, ja. Um, maar nu dus door deze indie-dev, yeah. ja, ja. En uh, het, 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 het is heel... Maar is dat relevant? Want je zegt al inderdaad... van Dit was wat Dishonored zou zijn geweest ja. op de PlayStation 1. Dus ja. ergens... Waarom is dat dan nu ook een 2022 ding? Want je had het net over Sonic Frontier. Wat inderdaad gewoon een slechte Sonic was uit 2004. Ja, van, waarom is dit dan wel relevant? Ik, nou ja. Ik vind het gewoon. Het is ergens ook gewoon een beetje uh, de coolheid factor ofzo. Ik vind de stijl heel vet. Um, ik, ik vind de setting heel vet. Uh, ik vind het cool dat uh, games toen wat moeilijker waren over het algemeen. Uh, je wat minder aan het handje namen dat je niet om de drie seconden nieuw quest nieuw upgrade uh, level up nieuw uh, xp bla 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 dat heb je hier niet dit is eigenlijk gewoon what you see is what you get en ik ja. vind dat heel comfortabel tegenwoordig um, en ik vind het dan ergens ook wel geinig dat het er inderdaad ook niet uitziet uh, ja, voor ja. vandaag ja. de dag en daarom vind ik het juist mooi of zo ja. Dat is dan misschien heel stom, misschien zelfs recalcitrant. Maar juist omdat iedereen het lelijk vindt, vind ik, ik vind dit een van de mooiste uitziende games van dit jaar. van Gewoon ja, om kut te doen, vind ik dit gewoon ja. nog vetter. Ja. Nou ja, dit, ik moet ergens ja. zeggen, het, is, het heeft een charmant stijltje wel. Dus ja, vind ik, eh. ik ook. En, ja. en het neemt me ook tegelijkertijd terug naar. Zeg maar, de games zagen er zo uit toen ik begon met gamen. Ongeveer iets minder mooi, maar ongeveer ja. zo. Dus, dat, dus dat, dat doet het ook wel. Ja, ik bedoelde trouwens, denk ik, Dark Messiah of Might Magic. Klopt, ja, ja ik ja. snap wat je zegt. Ja, ja. Uh, dat, nummer 10. Uh, ja, nummer tien. Uh, dat is Stackland. Een uh, game van Sockpop. Sockpop is een uh, Nederlandse uh, ja. studio. Uh, maken, ik vind hun concept heel vet. Zij zijn namelijk echt indie ten top. Wat zij doen is, zij maken echt met vijf of zes gasten, maken zij iedere maand een game. Voor 3 euro. En dan kun je een subscription opnemen. Uh, of je kunt ze loskopen. Uh, volgens mij krijg je niet per se korting met de subscription. Wat ik dan wel weer een beetje dom vind. Maar goed. Um, iedere maand krijg je dus een game. En wat dit is: Dit is een uh, city management game. Of eigenlijk een, een village management game. Met kaartjes. Dus als jij uh, een, een human op een uh, bush sleept. Dan zal die human berries uit die bush trekken. Ga jij vervolgens met die berries combineer je dat met nog een berry. Ik noem maar iets. Dan krijg je een berry salade. Uh, nou, en zo ben je dus door aan het gaan en door aan het gaan met allerlei verschillende kaarten en maak je van hout en steen maak je een kampvuur en een soort van. En zo moet je dus zo lang mogelijk overleven, verdeeld over een x aantal uh, dagen. Overleven en anders dan? Je, je wordt namelijk ook aangevallen en mensen krijgen honger en als jou, ja. al jouw characters of al jouw inwoners Dood zijn. Dan is het game over en dan begin je opnieuw. En je ziet wel, ja, je ziet inderdaad gewoon hoeveel mensen er zijn. Je ziet niet wat er gebeurt in het dorp. Je ziet alleen maar de kaarten. Je ziet alleen de kaarten. Ja, je ziet enigszins met hele simpele animaties wat er gebeurt. Dus als jij aan wordt gevallen, dan trilt het kaartje een beetje. Of als iemand aan het eten is, dan zie je er misschien wat eetresten vanaf spatten. Weet wel, om maar aan te geven, zo van joh, er gebeurt hier nu iets. Grappig. Maar het is qua visu visuele stijl is het echt een hele simpele game. Ja, maar ik vond wel het wel mooi. heel vet, want ik heb dit echt al heel vaak gedaan in ja in veel uitgebreidere vorm natuurlijk, maar in Anno of in whatever, um, in Banished, om maar een indie uh, citybuilder te noemen. Um, maar dat het in cardgame vorm gegoten werd, dat uh, dat vond ik echt heel erg leuk, heel creatief. Ik wist überhaupt niet eens dat het mogelijk was, maar uh, ja. dat hebben ze echt heel leuk gedaan. En uh, 3 ja, ja. euro, inderdaad, snel, snel gemaakt. Ja, tof. Ja. Het enige wat ik jammer vind... Volg is je dat die ontwikkelaar dan is. ook? Ja, als zijnde ik, ik check iedere maand even wat ze hebben gemaakt. En soms vind ik het ook geen donder aan. Nee. Um, maar ze hebben af en toe van, van dit soort ideeën... dat ik dan denk van, ja, dit is vet. En dan bouwen ze er ook op door. Dus dat vind ik cool. Als het een succes is, dan uh, bouwen ze erop verder. Is het geen succes, dan krijg je volgende maand weer een nieuwe game. Ja, dat, uh, tof. Ja. Nice. Leuk, leuk, leuk idee. Ja, zeker. Ja, absoluut. Het is, uh, het is een leuke game. Nummer 9. Ja, dat is... Uh, Track to Yomi. Vet. Uh, de reden waarom die laag staat is omdat ik het niet een hele leuke game vond om te spelen. Uh, <laughs> ik vond het wel een hele mooie game om te zien. En dit, deed, dit wilde één iets zijn. En dat deed het fantastisch, vond ik. Uh, het wist alleen niet een hele interessante game te zijn. Dat vond ik jammer daaraan. Ik denk dat je met uh, een 2D hack and slash game uh, heel veel kanten op kunt. En de game heeft denk ik wel geteld drie verschillende moves en vijf verschillende finishers. En dat is een beetje wat het is. De bossfights waren ook niet heel bijzonder. Uh, maar die uh, zwart-wit Kurosawa, als ik het goed zeg, ja. Japanse stijl. Um, vind ik zo cool en werkt zo goed in 2D met die veel te blurry achtergronden en een en hele soort van popping voorgronden waar je dan overheen mag lopen. Vond je het niet heel zo had je niet af en toe heel graag gewild kleur, dat je de, de, dan had het misschien nog wel mooier geweest met al die bossen en dingen. Ja, juist. Ergens denk ik het wel hoor. Ik vond het juist wel cool dat ze dat niet hadden gedaan. Ja, ik vond het zonde. Ik heb hem ook in mijn lijst oh, staan. Oké, oké. Ja. Nou okay. oh, ja, ja. ja. Nee, ja ik, ik maar ik wil niet op jouw lijst vooruitlopen hoor, maar gameplay wise was het niet Nou, ik vond het zonde, nee, toch? Nee, omdat jij uh, heel erg uh, wat je gameplay games, Twitch gaming ja. leuk vindt. Ik vind dat frustrerend. Dus dit was ja, voor mij okay. net de threshold die ik kon hebben. Ja, juist. Om het wel lekker te voelen, zeg. Oh, ik vet. vond het dan ja, lekker ja, okay. aanvoelen. En juist in zijn simpelheid. Ja, oké, okay, dat snap ik wel. Ja, ja. Nee, ja dat, dat heeft het misschien dan inderdaad weer voor zich. Um, net als bij Gloomwood vind ik het gewoon vet dat deze game een stijl kiest. En in dit geval is het die zwart-wit-Kurosawa-toestand. Um, vind ik alleen maar heel um, noteworthy, zeg maar, dat ze dat, ze dat doen. Ja. Want ik denk inderdaad dat de game er mooier uit had kunnen zien in, met kleur. En vetter, verkoopbaarder misschien ook zelfs uit had gezien met kleur, maar juist dat ze zoiets hebben van joh, dat is niet wat we dat willen maken, dus dat gaan we ook niet doen. Ja. later ook niet een soort van color DLC of zo. Weet ik veel omdat zoveel mensen aan het wijnen waren, weet je. Een soort van ja. we, we willen toch kleur of zo, een soort van ja. Nou ja, dan ga je wat anders doen. Ja, een soort van ja. Is dit wel een in dat was wel een indie, dus? ja, wel. Ja, ja. ja. Met. Ik heb gewoon een indie in mijn lijst. Ja, tof. Ja. <laughs> Tenminste, nummer... ja, je laat me nu wel twijfelen, maar volgens mij wel. <laughs> Precies, het is gewoon nu een indie. Dan. Ja, daarom. nummer 8. Nummer 8 is Neon White. En uh, ik vind 50% van deze game fucking vet. En ik vind 50% van deze game fucking kut. En um, het is Annapurna. sowieso hebben zij best wel een goede track record de laatste ja. tijd. Ja. Uh, ze gaan een beetje de Volver achterna. Dat alles wat zij doen is op zijn minst interessant. Ja, ze hebben een ap ap altijd apart. Weet je waar, waar ja. de Volver altijd uh, lekker violent en, en dat soort dingen is. Ja, nou, zij hebben ja. altijd een beetje vreemde, mysterieuze shit. Net zoals in films heb je A24. Ja, ja, en trouwens, Annapoena ja. doet ook films. Maar, maar uh, ja. wat zij in games doen is een beetje dat vreemde. Klopt. Altijd. Nou ja, ja dat A24 is bijvoorbeeld. Qua films die ik heb gekeken. Ik denk dat de meeste films die ik heb gezien waren A24-films. Ja. Juist ja. doordat ik wat kritischer ben geworden. En die duizend in een al oh, heb ik al gezien. Leuk hoor, voor een popcornavondje. Ja. Maar het moet me een soort van uitdagen. Het moet me aan denken zetten. Het moet absurd zijn. Een soort van... Ja, ik heb alleen deze, deze de, dit jaar echt alweer twee keer gezien. Hereditary oh, nog een keer. Weet je, dat soort <laughs> dingen. Die, die blijven me gewoon zo bij. Die gaan zo onder mijn huid zitten. Ja. Dat kan ik echt tot in het einde tijd kijken. En ik zal er voor altijd disturbed door zijn. Ja, uh, maar goed, ja. Nee, Annapurna dus met Neon White. Um, het deel wat ik vet vind, dat, 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 dat kon je net in de gameplay zien, dat, dat, dat was daadwerkelijk um, uh, de snelle gameplay die het heeft. Als zijnde, het is een game die op basis van kaarten jouw mogelijkheden of wapens geeft om je zo snel mogelijk door een level uh, te begeven. Het is eigenlijk een soort van speedrun level. En dat keer, nou, weet ik veel, tientallen keren. Dat vind ik er heel cool aan. Hetgeen wat ik niet tof vind, is dat. Um het, hier buiten is het een Japanse, bijna dating sim-achtige game. Dus ik vond het ook een. Ik, het had heel goed kunnen werken, denk ik. Want ik hou wel van dat soort rare combinaties. Maar bij deze game vond ik het echt heel erg verschrikkelijk. Want aan het een op het ene moment ben je een soort van. zit je vol met adrenaline om een level drie milliseconden sneller te halen. En vijf minuten later ben je een soort van. Heel traag een soort van raar dialoog aan het onthouden. Waar deze character dan van hield, zodat je dat later als cadeautje kunt geven, omdat het dan weer een soort van datingachtige. Dat vond ik echt, echt heel vervelend. Is het een Japanse uh, game? Ik denk niet dat de developer Japans nee, is. precies. Het dus ziet er Japans uit, Japans maar net doen. niet goed genoeg gedaan dat het native Japans is. Ja. Want Poena. ja, ik, ik kan me voorstellen dat die veel wisten, ontwikkelaars. Uh, ja, uh, ik winnen. wil niemand beleven als het wel zo is, nee, maar ja. volgens mij dus niet. Nee, maar datinggames zijn natuurlijk heel Japans en misschien ja. snappen die de nuance van waarom een datinggame en hoe het leuk is en wanneer het leuk is. En als westelingen ja, het proberen niet. Nee, zo. ik denk misschien dat dat, 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 uh, dat dat een goede omschrijving is van wat hier voor mij niet helemaal goed is gegaan. Kijk, er zijn, ik heb ook lijstjes voorbij zien komen van mensen die worden helemaal lijp van deze game en Weet je dat, uh, of online, wordt die, wordt die aangeprezen als een van de beste dingen van dit jaar. Nou ja, ja. Daar ben ik het niet mee eens. Maar nou ja, ik kan me voorstellen in lijst, dat als je in een weep bent en je vindt speedrunnen leuk, dat dit de gouden combinatie ja. is en dat dit op nummer 1 staat in plaats ja. van op nummer 8. Ja. ja. Maar dat, uh, dat heeft er voor mij voor gezorgd dat die op uh, nummer 8 ja. staat. Nummer 7. Nummer 7, dat is Stray. Um, ik vind het jammer dat ik een game als dit erin moest zetten. Uh, maar tegelijkertijd was hij wel leuk genoeg om hem er niet in te zetten. Maar tegelijkertijd vond ik hem ook weer niet bijzonder genoeg... dat ik eigenlijk uit hatelijkheid hem weg had willen laten of zo. Ja, ik had hetzelfde. Ik, ik, ik had, toen ik hem had gespeeld had ik zoiets van... Oh, jammer, ik had, het, ik had gehoopt dat het meer was. Maar toen ja. ik het lijstje ging maken had ik zoiets van... Ja, het was wel toch wel een van de bijzondere ja, ervaringen dat, dit dat, is, dat was de vervelende trade-off die ik hierbij had. Wederom dus ook weer een Annapurna-game. Hm. Um, ja, uit, uit, uit een soort van... Ergens gun ik het de game niet, had ik hem weggelaten. Um, maar neem niet weg. Dat wat de game wel is, is echt heel erg leuk. Ja. Um, het is sowieso bijzonder om een kat te zijn in een game. Ik denk dat er weinig games zijn die dat überhaupt ooit geprobeerd hebben. Ik zou er zo 1, 2, 3, niet één kunnen noemen. Niet op deze serieuze manier, in ieder en geval. En ook niet op deze manier, nee. inderdaad. Ja, dat, uh, je, 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 de manier van bewegen en wat je kon en zo, dat was echt heel erg katachtig. Wat logisch is, maar ik kan me ook voorstellen dat een developer het probeert en dat het niet lukt. Hun is dat wel gelukt. En hetgeen wat het uiteindelijk overeind hield, was voor mij de payoff van het verhaal aan het einde. Ja. Ergens zie je hem van mijlen ver aankomen. Um, maar tegelijkertijd vond ik het wel vet genoeg gedaan. Um, dat ik zoiets had van joh, de combinatie van het zijn van een kat plus het verhaal. En de gameplay was lang niet altijd even leuk. En de dingen die ik heb moeten doen waren vaak zelfs saaiig, zou ik willen zeggen. Het nee, was wel was een, een bijzondere game, ja, en echt een hele goede indie-titel ook. Ja, ja. Dus eigenlijk had ik hem ook niet uit het lijstje mogen laten, maar ja net wat ik zeg, geeft hij nou echt heel. Ja. Ja. Um, dan op nummer 6. Een uh, Zelda-achtige game, dat is namelijk Tunic. Een game waarvan ik had verwacht dat hij op uh, nummer 1, 2 of 3 zou komen te staan dit jaar. Uh, ik heb echt een haat-liefde verhouding met deze game. Uh, deze game die, um, is zo gigantisch moeilijk. Um, en dat is niet per se af te zien aan de beelden die, die nu te zien zijn... Je speelt een heel lief, nou, bijna één op één kopie van Link. Maar uh, dan in fosvorm gegoten uh, main character. En um, het vette aan deze game is, je, je zag hem net heel even kort. Um, de um, uitleg van de game gaat aan de hand van een oldschool instructieboekje. Maar dat instructieboekje is kwijt en die is niet compleet. Dus jij vindt... Pagina's van instructie uh, van, die, van dat instructieboekje in een alien language die jij als Engelstalige, Nederlandstalige, whatever niet kent. Um, om die bij elkaar te verzamelen, tegelijkertijd uit te vogelen wat er the fuck er aan de hand is in de wereld. En dan ook nog eens proberen uh, de dungeons door te komen, uh, te upgraden. Um, een soort van. Ja. Met het doodsysteem. Wat, wat een beetje. Souls-like gedaan is. Uh, om te gaan. Het is. Deze game is echt. Way too much. Als zijnde. Uh, um ambitieus, hoe bedoel je? Too much. Nou ]まあ ja, niet. niet uh, sowieso ambitieus. En dat, dat, dat is ze ook echt gelukt. Ja. Het is echt een heel. Kwalitatief is het echt een hele goede game geworden. Maar als je mij als speler niet vertelt. Dat een bloemetje. een upgrade item is. die ik bij de vendor in kan leveren. bij wijze van. ik noem nu een random voorbeeld. Uh, die ik bij de vendor in kan leveren. zodat mijn health geupgrade wordt. En ik moet dat dus. vinden. doordat ik een um, instructiepagina. heb gevonden. die ik ook nog zelf moet. Vertalen. ontcijferen en vertalen. met een ander. Andere pagina uit datzelfde instructieboekje die ik misschien nog niet eens had. Een soort van hoe verwacht je van mij als speler dat ik daar doorheen ga bikkelen, zeg maar. Dit was bikkelen. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Dit was echt een game. Ik heb echt, ik heb het de kutste game ooit gevonden en ik heb het de vetste game ooit gevonden. Allemaal in één playthrough in de tijdsbestek van soms vijf minuten. Ja. En dat levert een heel vette ervaring op. Zou ik de game aanraden? Nee, totaal niet. Ik zou echt niemand deze game. Mijn ergste vijand misschien. Maar. Nee, ik zou niemand deze game aanraden. Want het is gewoon niet een hele leuke ervaring. Tenzij. Vond ik, laat ik het zo zeggen. En voor iemand die het juist vet vindt om serieus genomen te worden... en juist vet vindt... dat er geen icoontjes op de map staan... en dat, dat je alles zelf moet doen. Alles, alles is je eigen verdienste. In deze game is dat ook zo. Ja, en dan. some. En dan some was net even too much ja, voor mij. Dat precies. ik dacht van... oké, okay, ik ben al drie uur lang... als een kip zonder kop... Door, uh, in iedere dungeon aan het kijken... wat ik dan precies moest doen. Of bij iedere vendor even aan het navragen... van joh... Kan ik nog iets een soort van. Ja, en als je dat een soort van vier, vijf keer voor een paar uur lang hebt. En uiteindelijk kom je erachter van: joh, als ik deze pagina net even wat eerder had gevonden, dan had het daar en daar gestaan. Dan had ik dit en dit bij elkaar gepuzzeld. En had ik het in een uur kunnen doen in plaats van drie uur. Ja, ja. dat is gewoon heel irritant op een gegeven moment. Ja. En dan werd het too much in dat opzicht. Dus maar ik, ik vond niet ik even YouTube checken dan daarvoor? Nee nee, 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 nee. Dan speel ik hem liever niet uit omdat ik op YouTube ga kijken. Ja, dan, fijn, uh, fijn. Ik, ik, uh... Nee. Dat, dat, dat zeg ik ook altijd als uh, mensen willen helpen bij een game, bijvoorbeeld op Twitch. Ja. Als je wil helpen met backseeden, ga dan lekker een YouTube-tutorial kijken van iemand die deze game 100% goed kan. En misschien al tien keer uit heeft gespeeld en heel vet geedit dit ja. voor je aan het spelen is. Maar komt dat niet bij mij kijken, dan, dan ja. uh, dat is dat niet de bedoeling. Precies. Uh, maar Tune, ik vind het er fucking vet uitzien. Muziek heel lijp. Main character, tuurlijk uh, heavily inspired op Link, maar. Werkt wel. Dungeons waren leuk. Bossfights waren pff, uitdagend. Echt niet normaal. Um, en toch een kut game. <laughs> Tunic. Ja. Nummer 6. Ja. Ja. Vet en kut. Nummer 5. Ja. Uh, Cultic. Dit is ook weer zo'n game. Uh, die echt een um, hele eigen stijl heeft. Het is een boomer shooter. Um, <laughs> gebaseerd op. Um, uh, ja, zoals Doom zoals er vroeger uitzag. Uh, met bitmap, graphics. Uh, en en uh, ja, ik hoop dat we zometeen dus ook nog wat gameplay gaan zien. Ik denk het wel. Um, want dan zie je hoe fucking vet dit eruit ziet. Je bent ontvoerd door een. Uh, of sorry, je gaat op zoek naar uh, mensen die ontvoerd zijn door een cult. Uh, in een soort van heel Billy-Amerikaanse. Uh, ja, soort van. Omgeving. En jij pakt dus de auto, je je driepixelige auto en je en de map die die net uh, bestaat uit één pixel en uh, je gaat een cult afproberen te slachten. Dat is eigenlijk wat je gaat doen. En maar... dan in een in, in een hele vind ik vette stijl. Dit Eén is hoe ik me James stijl. van vroeger herinner. bij bij mijn opa op zijn computer zeg maar. Dat uh, dat is een beetje wat wat wat, wat dit was. Hoe zou je het een boomer shooter? Ja, dat het, dat het iets is uit die tijd. Een, een, een soort van een hele oude, old school ja, okay. een soort van Doom-achtige. Dat, dat is inmiddels een beetje de internetterm geworden van dit soort, okay. van dit soort games. Ik, ik dacht eventjes dat je boomers moest shooten. Oh, zo. Nee. Dat is waar. Wow. Ja, toen zag ik ook maar 1963 dat... staan. Ik had iets oké, dat is een guy en die moet je shooten. Ja, ja nee, dat, dat, dat had zeker gekund. Maar ik vind de vibe van de game heel cool. Ik weet niet waarom. Ik heb iets met. met met cult shit of zo. Ik vind dat altijd interessant... of het nou een Netflix documentaire of een game is. Een soort van, joh, waar komt dat vandaan? Een soort van aanhang van een, 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 een iemand... of een, een, een ja, gezamenlijk geloof... dat daar dan mensen bij eh, ontvoerd moeten worden. Of weet ik. Daarom vind ik midson, maar ook zo'n vette ja. film. Een soort van horrorfilm overdag... die gaat over een cult... die totaal geen sens maakt. Maar als je hem dan tien keer hebt gezien, die film... dan denk je ineens, oh wacht, dit is uh, waar het ongeveer over gaat. Ja. En uh, deze game gaat veel minder diep dan dat. Dit is dus een hele simpele A naar B shooter. Um, en doet dat heel goed en heel leuk. En ziet er vet uit. Ik vind de setting cool. Um, dat is eigenlijk, ja, was eigenlijk genoeg reden om, ja. om deze game uh, 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 hier neer te zetten. Ik vond het bijzonderder dan menig andere game. Daarom staat hij iets hoger dan de meeste games die ik uh, zojuist heb genoemd. Ja. Um, en ik vind het wederom vet dat ze een stijl hebben gekozen, zich daaraan houden en dat dat is wat. Ja, is. lekker, ik lekker dat specifiek. Zo, dat moet, dat moet oh. inderdaad games zijn. Dan ja. wordt het origineel door. Ja. Daarom, dus dat, uh, ja, cultic. Vet. Op nummer vijf. Ja. Uh, op nummer vier staat um, een game waar ik vrij vroeg bij was en waarvan iedereen zei: Gast, dat de fuck ben je aan het spelen? En uiteindelijk is, uh, zijn heel veel mensen uh, ja, ermee bezig gegaan. Dat is Vampire Survivors. Dit is uh, Crack Cocaine, vermoed ik. Geen ervaring mee, maar <laughs> denk ik in gameform. Ja. Um, ik, ik kan niet op basis van de gameplay uitleggen waarom je dit zou moeten spelen. Anders dan, dit is um, puur vermaak. Dit heeft geen verhaal, het heeft niet een hele vette soundtrack... De enemies zijn standaard assets... uit een of andere store, weet je wel. Gewoon een soort van... ghost.png die ergens van YouTube... of, of, of uh, Google is geript. Ja. Uit een of andere ding. Uit een of andere pack of zo. Dat, dat, is, dat is wat deze game is. Deze game hangt van... scuftheid aan elkaar, zeg maar. Het is echt teringlelijk... en het slaat nergens op. Dat gezegd hebbende... is dit zo leuk om te spelen. Um, een tip... Hij is gratis op iOS en Android. Op je iPad, je, je iPhone. Dus je hoeft er niet eens geld voor te betalen. Wil je hem kunnen spelen? Dat is sowieso een ding. Um, maar, en als je dat gaat doen. Wees dan echt voorbereid om uren kwijt te zijn. Want wat er gebeurt is. Je, je hoeft alleen maar rond te lopen. Dat is eigenlijk wat je doet. Je loopt rond en je maakt een keuze. Uh, afhankelijk van of je level up bent gegaan of niet. Dus je loopt rond. Je auto attackt. Op een gegeven moment ga je level up als je genoeg enemies hebt gekillt en hun XP hebt opgepakt. Uh, je auto-attact. Je, je, auto, je hoeft niet eens zelf aan te vallen. Je hoeft alleen maar rond te lopen. Je kunt, met je linker stick kun je deze game spelen. En vervolgens ga je level up. En dan er komen allerlei visuele soort van pleasing dingen in beeld. Waardoor je denkt van holy shit, ik heb echt een soort van die dopamine shot, Maar Ik geloof daar nooit zo in. Um, er is bijvoorbeeld wel eens gezegd van... ...ja, Blizzard is daar heel goed in... ...in games heel verslavend maken... ...met die dopamine-inducing shit, weet je. Ik had dan zoiets van... Ah, ...is dat nou echt zo? Deze game doet dat ook... ...met heel weinig. Um, want je gaat dus level up... ...en dan kies je een upgrade... ...voor een bepaalde aanval... ...voor een bepaald wapen... ...en um, je gaat nog een keer level up... ...en nog een keer... ...en nog een keer. het wordt visueel fijner om naar te kijken... ...enemies gaan makkelijker dood... ...het gaat allemaal sneller... Um, het is gewoon heel fijn om uh, tussendoor te spelen. En heel goed gedaan. En ik vind het heel leuk. Um, en wederom is dat misschien een beetje. Uh, ja. Recalcitrantie, als je dat zo zou kunnen zeggen. Of in ieder geval uit. De, een beetje recalcitrant om um, deze game nog vrij hoog te zetten. Maar ik vind het juist vet om te zien dat één duwt met gejatte slash gekochte assets. En eigenlijk heel weinig, heel veel kan maken. Dit is. Um, kan je zo dood? Je kunt dood, ja. ja, ja. Je hebt gewoon een help en dan begin je dus helemaal opnieuw weer. Um, deze game staat uh, op nummer 4 als best beoordeelde Steam games ooit. Um, in een jaar tijd. Dat is niemand gelukt. Dat is de nieuwe God of War niet. Of sorry, de, de poort van God of War niet gelukt. De poort van Spider-Man niet. Uh, de beste PC-RPG's is dat niet gelukt, weet ik veel. Het, het is zeg maar: Het is Half-Life, het is Portal, het is nog een paar titels en dan krijg je Vampire fucking Survivors. Dat dus je denkt: van, Dude, hoe kan dit? Ja. Mensen gaan helemaal lauw uh, hierop. En ik snap het ook. Het, het is echt, echt heel erg goed. Echt vet. <laughs> en uh, juist uh, omdat het er niet uitziet, vind ik het vet om hem op 4 te zetten. Want dit had ook makkelijk op 6 of 7 kunnen staan. Maar omdat het er zo kut uitziet, op nummer vier. Nice. Nummer drie. Dan op nummer drie: um, Infernax. Een uh, game waar ik erg naar uit heb gekeken. Um, het is een uh, 2D-ode aan. Ja, ik zou willen zeggen: games als Ghosts and Goblins. Dat um, ja. Vette stijl, vind ik. Ik hou van die standaard riddertjes-shit. Met, met gotische elementen uh, eroverheen geplakt. Um, en dat, 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 dat is deze game heel erg. Het is echt heel erg moeilijk. Um, wat ik er leuk aan vind... Uh, het, het is... Dit is echt zo'n game waarvan ik zou willen zeggen... Dit, dit is een ode aan uh, games van toen. En meer dan de games die ik hiervoor heb genoemd. Dus tuurlijk, Cultic was dat ook. En... en uh, Gloomwood, the Honorable Mansion, die is dat in, uh, in zekere zin ook. Maar dit blijft zo trouw aan de games van toen, in de muziek, in de character design, in het, uh, hoeveel, in het uh, aantal pixels. Um, is het daardoor niet juist de ouderwets? Het is heel erg ouderwets, ja. Maar ik vind dat wel heel tof. Um, en dit bestaat al. dat je ook in 1995 kun... dit al <laughs> ja, kunnen spelen. Klopt, je kunt dit spelen. Uh, als je, zelfs als je teruggaat in de tijd inderdaad ja. um, wat deze game er wel op heeft geplakt is een dag en nacht systeem zoals je dat kent uit andere RPG's sommige dingen kunnen alleen s'nacht, sommige dingen kunnen alleen overdag uh, en je kunt keuzes maken dus omdat de game zo moeilijk is en jou echt voor uh, ja, vervelende situaties werpt of stelt uh, en jij vervolgens de keuze krijgt joh, moet ik iemand helpen de ja of de nee Soms komt het beter uit om nee te zeggen dan om ja te zeggen. In principe een vrij banale keuze, maar je krijgt hem in een game als dit heel vaak leuk terug. Um, en dat in combinatie met, die, uh, met hoe oud het eruit ziet. Uh, het speelt ook enigszins stijfjes, maar wel goed genoeg om nog door te kunnen als je er enigszins wat tolerantie voor hebt. Um, ja, de muziek is dus vet. Ik, uh, ik vond het echt een, echt een hele leuke game. Ook omdat hij heel simpel was in wat het, wat het, wat het uh, probeerde te zijn. Het was een soort van: Je hebt een deur, daar moeten vijf gems in. Vind de gems maar, en dan gaat de deur open, zie maar wat er is. Ja. Ik vond dat incentive genoeg om dat door te spelen. En uh, ja, de game was daarmee uh, in combinatie met al die andere dingen die ik net noemde, vond ik dit. Uh, Solid. dit heel erg leuk. Ja. ja, cool. Dan de nummer twee: Call um, of the Lamb. Een uh, game die ik uh, eigenlijk onderontwikkeld vind. Een game die bestaat uit uh, twee delen ook. Uh, namelijk aan de ene kant een management game waarbij je je cult-manager bent. En tegelijkertijd ben jij een dungeon crawler aan het doorlopen uh, met de main character die je hier ziet. Visuele stijl, prachtig. Muziek, vet gedaan. Humor. Soms een beetje poep-en-plas humor. Niet altijd mijn ding. Maar bij deze game die kwam er goed mee weg. Uh, waarschijnlijk ook omdat het me heel erg deed denken aan dingen als Happy Tree Friends. En dat soort shit. Weet je? Die, die, ja. die soort van hu absurdistische humor. Die had dit ook wel. Uh, maar tegelijkertijd vond ik het dungeon crawlen echt geen donder aan. Dus... Uh, ja. Het managen was leuk. Dat werkte ook goed. Dat was ook grappig. Dat was interessant. Uh, daar hield ik mijn aandacht echt bij. En het was echt zo van, oh ja, fuck, ik moet ook nog die dungeons doen. Ja. Of die action-kant van de game moet ik ook nog doorlopen. Hoe, hoe was die divide? Of de, hoe was dat verdeeld? Want meestal zie je dat de management-kant van zo'n game wat kleiner is. Ja, nee, hier, hier was het echt dat het manager... Dit is eigenlijk een management-game met daarop geplakt een... Dungeon crawler in plaats van een dungeon crawler waarbij je je harvests meeneemt om vervolgens een klein stukje te kunnen managen. Precies, ja. Het, de, de, het onderhouden van je cult deed te weinig voor dungeon crawler. De, de, de runs die je deed waren weinig tot niet beïnvloed door je cult, vond ik. Te weinig, laat ik het zo zeggen. De uh, attacks die je kon doen vond ik ook niet zo heel bijzonder. Uh, de enemy design vond ik niet zo heel tof. De boss design ook niet echt. Het was vaak van joh, ontwijk deze aanval en sla wanneer je kan slaan. En dat is het dan wel. Soort van dat, dat vond ik echt onderontwikkeld. Um, dus dat vond ik jammer. Maar ik moet zeggen, als totaalplaatje, vond ik het wel echt heel vet. Ik vond het er leuk uitzien. Um, het management of het managen van een cult. Vond ik een best wel unieke insteek. Zeker ja. met die schattige diertjes. En uh, nou ja, goed. Wel de donkere ondertoon die de game heeft. Dat, uh, dat vond ik echt, uh, echt heel erg leuk. De combat heb ik daardoor een beetje uh, op de koop toegenomen. Uh, en. Zorgde er uiteindelijk voor. Het, het klinkt nu heel negatief. Ik zit een soort van te zoeken ja, naar. Ik wilde dat inderdaad zo ja. gaan aanbrengen. Zo van nou oké, okay, het is grappig dat dit op nummer twee ja, is. Ja, klopt. Dan... Nou, nou, hoe is dit dan de nummer twee? Ja. Het, het... Ik heb je het namelijk wel zien spelen op stream. Je had het, ik volgens mij een keer in de Kevin's Keuze kwam hij langs. En ik had ja. hem zelf ook al in een presentatie gezien. Dus toen ja. hij aan het spelen was, heb ik even gekeken. Het zag er inderdaad heel tof uit. Ja, het, het is ook echt heel erg leuk. <laughs> dus. Ik hou heel erg van, van, van management games. Dus, ja. dus het feit dat dat het overgrote gedeelte was, dat was een positieve verrassing. Ja. Dat vond ik echt leuk. Tegelijkertijd, hè, als, de, als, als de combat goed was geweest, had ik dat ook prima gevonden. Maar uh, nou ja, het, het, het managen was echt tof. Ik ben dan ook iemand die uh, een beetje roleplayend daarin kan zitten, als zijnde, oké, okay, uh, we hebben zoveel cultleden. Dan wil ik graag dat dit er ongeveer zo uitziet. En dan de aankleding deed niet heel veel in de game. Maar ik maar wil dan dat het er vet uitziet ja. en een soort van ik ga daar dan extra tijd aan spenderen. Ook juist om maar een beetje weg te moeten blijven van de dingen in de game die ik minder leuk vond. En ik merk wel dat, 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 dat de game echt, echt, echt heel erg leuk maakte. Um, en de combat was wel goed genoeg om, uh, om er te zijn hoor. Maar ik merkte wel van joh, hè, stel je voor, ze gaan een deel 2 maken. Maak dan eerst de even een dungeon game. crawler. En of draai ja. het management systeem iets uit. En ja. voeg dat dan samen. Daar had ik wel iets meer van verwacht. Maar um, nou ja, ik heb me echt gigantisch veel uren vermaakt met. Uh, het managen, met name. Uh, het uitbouwen van die cult. Uh, en uiteindelijk, ja, het verslaan van de laatste baas. En dat, ja. Uh, ja, ik denk dat dit een van de meer unieke games is die wel werkte. Waar Neon White een combinatie had die voor mij totaal niet werkte. Was dit een combinatie die heel vet had kunnen zijn. en tot op zekere hoogte ook wel was? Maar net niet. Nee, en dat zorgde ervoor dat er echt een gruwelijk vette game overbleef. Die ik ook echt oprecht iedereen aan kan raden. Ondanks dat ik nu misschien wat negatiever klink dan dat ik over de game ben. Um, maar um, ja, denk ik een van de meest unieke games van dit jaar. Ja. ja, maar hij staat niet op nummer 1. Ik had inderdaad, ik wist, ik, ik had het idee dat hij hoog zou komen, maar uh, ik ben benieuwd wat er nu op, de, op de nummer 1 staat. Beste, ja, op de nummer 1 uh, van indie in 2022, ja, heel erg. Ja, vind ik wel. En tegelijkertijd ook weer niet bij miles, zijn zij net. Uh, mijn nummer 1 is. Sifu dat oh, uh, staat ja. ook in mijn lijst, heel doop. Ik, ja. ik vind dit een game die um, zo uniek is. in... De twist die het heeft op iets waarvan ik had verwacht... van ik weet niet of ik dit heel cool ga vinden. Als in, ik had verwacht dat dit een 3D beat'em up ging zijn... die fucking stijlvol was. En dat is het ook. Het is alles van dat. Ja. Maar het heeft ook nog eens het meest geniale death system... sinds het introduceren van het soul-systeem uit uh, nou Demon's Souls begon daarmee. Ehm... Um, een soort van naarmate je vaker doodgaat, word je ook weer sneller oud. En dat neem je ook weer mee naar de progressie in je volgende levels. Wat je dan weer. Ik vond dat zo vet werken. En dan met alle moves die je echt onder de knie moest krijgen. Het moest soms uit je tenen yeah. komen. Wilde je in een level überhaupt doorkomen? En dan. Ja, voor degene die de game niet gespeeld hebben. Je neemt je leeftijd dus mee. Uh, verdeeld over de vijf levels, geloof ik, die er zijn. En um, stel je voor, je gaat op. Nou ja. Oude leeftijd door level 1 heen. En je komt bij level 2 aan. Ja dan ben je na twee deads het gewoon klaar. Ja. En dan mag je gewoon weer voorafgaand aan het level uh, beginnen zonder checkpoints. En de moeilijkheid die dat met zich meebracht, uh, hoe perfect je alles moest doen, dat vond ik heel cool. De muziek was zo vet. Er zitten echt levels in dat ik uh, waarbij muziek zelf samen samengaat met design. En met de moves en de klappen die je uitdeelt. En, de manier waarop je dat doet... ...in combinatie met hoe je het moet doen... ...en ja... Dit is, ik denk dat dit de meest perfecte game is... ...die dit jaar is uitgekomen. Um, hij is uh, ook kleiner dan... ...menig andere game. Maar dit is een meer perfecte game... ...dan een Elden Ring of een ja. God of War voor mij. Um, maar zou in mijn totaallijst... ...denk ik op nummer drie belanden. Met God of War daarboven... ...en Elden Ring daar weer boven. Maar qua indie is dit niet normaal. Dit was de enige titel dit jaar waarvan ik echt had van... oké, okay, dit wilde iets doen en het is zo goed gelukt... en beter dan dat ik had verwacht. En niet een klein beetje beter, maar ja. echt... next level, holy fuck, dit heb ik nog nooit gezien. Zoveel beter, zeg maar. Dat, bizar. Ik ja. vond het echt, echt heel goed. Ja, en, um, Ja, dat was dus mijn nummer één. Eigenlijk tegen verwachting in. Ik merk wel dat ik heb ieder jaar heb ik... Uh, wel een verrassing voor mezelf. Dat ik denk van, nou, ik ga dit proberen. Of uh, dit ziet er interessant genoeg uit. Sifu was, uh, was het de stijl die me... of bij Sifu was het de stijl die me heel erg... Ja, uh, nieuwsgierig maakte. Van, oké, okay, visueel gezien en, en stijl technisch gezien... zou dit 100% mijn ding moeten zijn. Is het beat-em-up gedeelte dan wel voor mij? Ik hou heel erg van... Um, spectacle Fighters, zoals Bayonetta of Devil May Cry, weet ik veel. Maar um, een beat'em -up, up is toch altijd iets meer toned down... iets meer met je vuisten, minder afhankelijk van wapens en weet ik veel. Dus ligt mij dat wel. Maar toen ik op een gegeven moment zag hoe dat systeem van doodgaan werkte... en dat alles perfect moest Het enige wat ik zou kunnen aanmerken op de game... is dat uh, er zit een hele rare difficulty spike in. Ja. Als zijn de, Het eerste level is vrij goed te doen. Ook omdat je nog een beetje moet wennen aan... <laughs> hoe de game werkt en wat de game van je verwacht... is die vrij pittig, maar goed, je komt er doorheen. Level 2 is een soort van... Ja, het is dus hel op aarde. Ja, ja. En dan level 3, 4 en 5 ja. zijn... oh, oké, okay. huh? na level 2 had ik erger verwacht. Ja. En dat vond ik jammer. Want daardoor was het zo... dat als je level 1 en 2 met een goede score... met een goede leeftijd doorkwam... die leeftijd die je dus ook weer meeneemt naar level 3, 4 en 5... dan, dan had je, je over er. het algemeen een vrij goede eindscore. En ja. dat... Uh, ja, had dat anders gedaan. Een soort van ik snap ook niet zo goed waarom dat, uh, dat gedaan is. Ik moet wel zeggen, tegelijkertijd vond ik het wel heel cool om een soort van twee, drie avonden op stream vast te zitten op level 2. Een soort van en maar gaan, en maar beuken. En weer diezelfde deuntjes. En weer datzelfde ritme. En een soort van oké, okay, wat nou als ik dit eerst gooi en haar dan een soort van op mij af laat komen en ik haar van die reling af tief en een soort van ja. het was een soort van puzzel ja. die nou het was zo fucking vet dat ik liep uh, altijd vast bij die guy op dat midden op dat pleintje die gewoon precies, de hele ja, tijd ja, ja, soort ja. van met al die ja. beetje die tafeltjes en wat en ook de hele Klopt. tijd die was me zo aan het geestelen dat ik niks meer over had voor de rest van het level ja nou dat soort Vrijselijk. dingen en dan moet je dus uitgevogelen hoe je dat wel gaat ja. doen en dat uh, zijn kampvuur was gewoon beter dan mijn kang, ja, weet dat, je? dat, dat was een, is... dat was het gevoel had ik de hele ja, tijd dat dat vond ik er heel vet aan en ja. dan juist jou Kung Fu wel uiteindelijk een upgrade geven, ja. niet per se met een skill tree, maar gewoon dat je zelf echt beter werd. Precies, dat uh, ja, dat vond ik echt heel vet aan. Dat vond ik ook heel knap. Uh, op de difficulty spike naar een perfecte game, de meest perfecte game die ik in ieder geval dit jaar gespeeld heb, uh, en daarmee ook uh, de beste indie game. Ja, als je uh, dus inderdaad in, uh, in overall zou, dan zou je God of War hier nog boven zetten op twee. Ja. En uh, daar hebben we het net al over, over gehad. Ook. In principe hebben we nog een minuut of vier om het nog even ja. te hebben over uh, Elden Ring dan. Wat, ja. wat, 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 wat was, waarom was dat eigenlijk dan de beste game voor jou dit jaar? Uh, om heel veel verschillende redenen. Uh, hoe groot ze alles is. En hoe toch de kwaliteit bewaard is gebleven. Uh, dat vind ik super knap. Uh, ongeëvenaard knap. Ik heb nog nooit een game zo groot zien zijn. en toch kwalitatief zo goed. Ik had de hele tijd tijdens het spelen van die game. een soort van. was ik in awe van wat ik zag. Een soort van aan het begin. dan heb je. dan begin je in een klein dungeon en dan kom je in Limgrave, het eerste gebied. en dan denk je van oké, okay, nou best groot gebied. ik, ik zie mezelf hier wel. Uh, lang in doorbrengen. En dan vind je een map fragment die verwijst naar nog een area. En dan ben je na 80 uur in die tweede area, dan vind je nog een map fragment naar nog een area. En dat ging maar door. Dat <laughs> ging maar door. En het soort van het aantal bazen, de kwaliteit van de bazen, de kwaliteit van de muziek. De, de hoeveelheid beelds die je kunt maken. De soort van de enemies, de flow in de game. Limgrave uh, begint heel standaard solzy, zou ik willen zeggen. Uh, met vrij standaard enemies, heel veel humanoid uitziende enemies die je kunt backstabben zoals je dat gewend was. En eigenlijk weinig hele enge dingen. Behalve dat de game en de grootsheid van de game. een nieuwe engheid met zich meebracht. Namelijk van, joh, wat de fuck is de bedoeling en hoe ga ik dit doorgronden? Een soort van: moet ik linksaf, moet ik rechtsaf? Maakt het uit wat ik eerst doe? Uh, ben ik underleveld, ben ik overleveld? Wat, wat ligt hier, wat ligt daar? De sense of wonder zeg maar, die je in die game de hele tijd had. Dat was zo goed en zo veel en zo lang en. Ja, zo kwalitatief hoogstaand. Ik, ik vind dat echt eeuwig knap. Ik, uh, het is denk ik de, het is niet mijn favoriete Souls game. Als zijnde uh, Dark Souls 1 heb ik echt. Dat was mijn eerste Souls game. En daar heb ik dus ook de, 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 de meest bijzondere herinneringen aan. En het heeft ook niet de beste combat, en dat was voor mij Sekiro. Maar als je kijkt naar alle Souls-games, combined in combinatie met een open wereld, en hoe zou dat eruit moeten zien, en een soort van hoe groot dat was, en wat een vet avontuur dat was, met eigenlijk minimale hoeveelheid uh, dialoog, vond ik echt heel knap. En uh, ja, daarmee, uh, ik denk misschien zelfs wel. Als we dat dan toch weer terug gaan grijpen. of als we dan toch weer terug gaan grijpen naar, joh, The Last of Us 1 is niet per definitie meer je favoriete game. Maar in plaats daarvoor is misschien een genre, slash subgenre uh, in de plaats gekomen. Als ik dan toch één keuze zou moeten maken, dan zou Elden Ring, denk ik, uh, Boven die plek overgenomen genomen hebben. Ja. Als de beste game ooit voor jou. Ja, hoeveel het is en hoe goed alles is. Ja. Dat, uh, dat is met name, denk ik, in. Want de game is is veel meer woorden waard dan dit, um, maar ik denk dat als ik het zou moeten samenvatten, dan is dat wat het is. Ja. ja. Nice. Twee uur schoon aan de haak. Ja, een van dat, de langste uh, interviews ooit, denk yeah. ik. Dat, uh, misschien, dat je nu inderdaad weer na twee jaar uh, thuis ik denk echt, ik uh, uh, een keertje hier. Uh, lang niet geweest. Dus we uh, hadden ook veel te veel bespreken. Te bespreken. Ik nou, ja. ik denk inderdaad ik, dat, dat ik namens uh, mij, maar ook de redactie en ook de kijkersprekers. Ik hoop dat, uh, of zeg dat, dat we hopen dat uh, met de tijd die je hopelijk volgend jaar wat vrij kan maken, je misschien wat vaker hier ook uh, weer bent. Ja, ik hoop het. En je, je unieke visie op games uh, uh, aan ons kan laten, laten horen. Dus uh, thanks daarvoor. Ja, dankjewel. Dat, uh, dat vind ik tof om te horen. Dat, uh, ja, ik ga mijn best daarvoor doen. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden zei van joh, um, ja, nu met een kleine. Hè, ja. Misschien hou ik hier en daar wel wat tijd. Oh, nou, fuck, nee, ik ben alleen mijn <laughs> tijd extra verloren. Ja. Dus het is tijd om die tijd weer even terug te pakken en, uh, en hier weer wat, uh, wat vaker te zijn. Um, want ook dat is iets. Uh, ja, wat, wat, ik, wat ik heel erg leuk vind om te doen. En, uh, en niet... En wat ik heb moeten missen, maar wat ik eigenlijk niet zo, uh, heb willen missen, zeg maar. Dat, uh, ja. Dus in dat opzicht ben ik blij om te horen dat, dat, uh, nou ja, dat, 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 dat die ruimte en, en, die, en die wens er is. Die is er voor mij uitnamelijk ook. Dus ja, ja. Als, dat, als dat gaat lukken, dan, uh, dan zou dat heel mooi zijn. Vet, ja. gaan, we, gaan we doen. Fijne uh, 2023. Thanks, jij ook. Thanks.